Meneer Bolkestein, u bent fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Waar was u in de jaren 70? Ik heb die 10 jaren in verschillende landen doorgebracht. Aan het begin van de jaren 70 was ik nog net even in Londen. Daarna ben ik naar Indonesië gegaan om daar te werken. In 1973 ben ik verhuisd naar Parijs. Ik heb daar gewerkt tussen 73 en 76. Toen ben ik teruggekeerd naar Nederland. En ik ben in 1978 lid geworden van de Tweede Kamer. En in 1980 woonde ik in Den Haag en was ik lid van die Kamer. En meneer Schreuders, u bent publicist. Waar was u in de jaren 70? Van begin tot eind in Amsterdam. Ik werkte als verslaggever en als redacteur bij De Waarheid. Het communistische dagblad. Dus ik heb de gebeurtenissen van de jaren 70 hier in Amsterdam meegemaakt. En naar mijn idee overal met mijn neus bovenop gezeten. U beide bent een paar maanden geleden stevig in aanvaring gekomen over het CPN-verleden van Gijs Schreuders. Daar gaan we het er vanavond niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben en waar we straks over in debat gaan, is de erfenis van de jaren 70. Maar nu gaan we eerst kijken naar die periode. De jaren 70 zijn nog onder ons. Een turbulente periode waarin het linkse levensgevoel overheerste en de samenleving veel weg had van een bouwdoos waaraan er believen geknutseld kon worden. Nou, daar heb je hem dan. Van Randwijk, een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen. Die hoorde dus bij de Tweede Wereldoorlog, maar hier werd zo hard geklapt en geslagen dat men kennelijk dacht dat de metrorel ook wel goed was voor zijn tekst. Ja. Het gevecht met de autoriteiten, om 3 bomen en een pleintje, werd al gauw een titanenstrijd tegen de bruine horde. En niemand sprak dat tegen, ook niet bij de metrorellen in 1975. Welke overheid die een metro aanlegt, laat vervolgens op eigen kosten kunst aanbrengen waarin ze zelf als fasciste kliek wordt afgeschilderd? Er is veel terugverlangen naar die jaren. Toen gebeurde er tenminste wat. Toen hadden de mensen idealen. Na de hervormingen van de jaren 60 werd al gauw het radicaalste nog niet radicaal genoeg, zoals een vooraanstaand politicus zei. De samenleving zou helemaal anders en uiteraard veel beter worden ingericht. Het morele gelijk moest gehaald worden. Het is dus van belang dat de kritische saboteur, als hij gaat saboteren in een vredeseconomie, dat hij werkelijk zeer goed uitkijkt wat hij saboteert. Er zijn namelijk een aantal dingen die inderdaad zonder meer rijp zijn om ontwricht te worden. En daaronder vallen natuurlijk dingen als Hembrug, dingen als kroepfabrieken in Duitsland.
En op in zekere mate ook dingen als Shell in Nederland. Dan zou ik zo graag eens een keertje met een paar mensen op dure lijnen, vooral lijn 24 en 25 denk ik aan, sit-ins in die tram gaan houden, zonder kaartje. Huh? En die man absoluut het kaartje niet tonen. Je kunt je ook richten tegen de auto's die in de stad zitten. Inmiddels is de discussie begonnen over de totalitaire verleiding waaraan de leden van de Communistische Partij hadden toegegeven. We verbazen ons nu over het feit dat gestudeerde mensen achter de partij bleven aanlopen, terwijl ze wisten wat er onder de banier van Marx gebeurde. Maar bestond die verleiding eigenlijk niet in bredere kring? En moeten we ons daarover niet evenzeer verbazen? Achteraf beschouwd is de hoofdrolspelers nooit gevraagd hoe ze tot hun ideeën kwamen en of er wellicht onderweg slachtoffers te betreuren zijn geweest. Kijk, daar was dus het oude IWP, Instituut voor Wetenschap en Politiek, waar ik dus een jaar of 10 heb gezeten, 187. En dat is dus een paar keer bezet geweest. Ja. Dat, zat u aan de voorkant of aan de achterkant? Ik ben begonnen aan de voorkant, geëindigd aan de achterkant. Kijk, we zitten hier op de oude Zijds, ja. Naast het toenmalige stadhuis. Dus we hebben in die jaren 60 hier veel meegemaakt. En ja, eigenlijk moet je dus beginnen met zeg maar 1965. Toen we dus de periode hadden van de provo, het huwelijk, de bouwvakkerellen, de kabinetscrisis met eerst Marijnen, toen Cals Vondeling, toen Nacht van Schmelzer. Als resultaat daarvan in de politiek de oprichting van D66 in het najaar 66. Na die Nacht van Schmelzer was het ook. En de Nieuw Links met Tienhoven Rood. Kortom, die hele sfeer was er. Met daarbij ook de problemen over Vietnam. Rellen over Vietnam. En dat alles voor het eerst, al die politieke en maatschappelijke onrust, direct op de televisie verkondigd. Behalve die zaken die ik u noem in de politiek, is in de universiteit in de jaren 60 ook een hoop gebeurd. Er was een enorme toeloop van studenten en dat betekent een grote uitbreiding van staven en van studenten met een organisatie die daar niet op berekend was. Sint Thomas staat er voor de poort. En er wordt gebeden tot de Heilige Geest. Maar een goed deel van de studenten loopt achter de rode vlag. Wat is er geworden van de universiteit die 50 jaar geleden door de Rooms-Katholieken werd gesticht? Het is toen begonnen, niet helemaal toevallig, aan de universiteit in Nijmegen en Tilburg, waar al die losgeslagen katholieken zo nodig moesten en wilden laten zien dat ze veel dynamischer en feller waren dan Amsterdammers. Ze waren ook veel gekker, moet ik zeggen. Maar toen kon men hier natuurlijk niet achterblijven. We drongen binnen door de ruit, we gaan het waterhuis niet uit. We zetten woord op de zegepaal en hier werd het gelijk bepaald. Om even na 4 uur vanmorgen trachtte de politie de luchtbrug tussen het Maagdenhuis en de aula af te breken. Dit stuitte op verzet van de ordendienst van het Maagdenhuis. De agenten werden met water bespoten. Hierop werd een traangasgranaat en nog 4 andere granaten naar binnen geworpen. Er ontstond eerst een lichte paniek, maar na verloop van een korte tijd belandde iedereen op het dak waar ze weer adem konden krijgen. De Maagdenhuisbezetting is een volstrekte onzin geweest die belachelijke mythische afmetingen heeft aangenomen. Maar dat was natuurlijk gewoon wat men ook deed, men wou stunten, want er moest een gebouw bezet worden. Want dat hadden ze in Tilburg ook gedaan, in Parijs ook. Dus als je die geschiedenis ook nagaat, dan vind je dat daar, wat die Maagdenhuisbezetting betreft, heeft men aangestuurd van de studentenzijde. Klein groepje, het waren democraten, maar er waren dus 20 mensen die het voor het zeggen hadden.
En de anderen zaten dus een beetje in het Maardenhuis. Maar men heeft er aangestuurd op een rel om het te kunnen bezetten. En toen heb je die situatie gekregen van er moesten democratische hervormingen komen. Van het lied Over de andere tijden werd het politieke couplet verzorgd door Nieuw Links. De jongere opstand in de Partij van de Arbeid. Ik heb in de eerste plaats geprobeerd te analyseren wat er fout zit bij de politici, bij het parlement. Ik heb daarbij ook mijn eigen partij niet ontzien. Je kunt erover eens zijn dat er een ontzaglijke afstand is gekomen tussen de kiezers, de grote partijen. Polarisatie en radicalisme waren de wachtwoorden. Nadrukkelijk aanwezig en exemplarisch voor de omgangsvormen die zich sinds eind jaren 60 van de Partij van de Arbeid meester maakte, was Jan Nagel. Nu gebruikt u argumenten en u geeft een richting aan naar wat u noemt nieuw links, die vrijwel identiek is aan hetgeen de PSP wil. Is het nou niet veel eenvoudiger om lid te worden van de PSP? Uw vraag suggereert... Jan Nagel was ooit de drijvende kracht achter het vermaarde radioprogramma De Rode Haan. Nu is hij hoofd informatieve programma's van de VARA. U was een soort nieuw links avant la lettre. U kwam in 1965 in het partijbestuur. Ik neem aan in een tamelijk geïsoleerde positie. Ja, ik was... Nieuw links bestond toen nog niet. Is wel opgericht. Maar later was ik op dat moment de enige nieuw linkser in het partijbestuur. En toen in 67 is de grote hap erin gekomen? 67 en later in 69 nog meer. Waarom bent u in 67 er weer uitgevallen? Ja, ik denk dat in 67 die Partij van de Arbeid wel wilde vernieuwen. Een aantal nieuwe linksers. Maar ik had zoveel lelijke dingen gedaan. Ik had Sam Kalder, die toen minister van Justitie was. En provo's die werden opgepakt omdat er krenten werden uitgedeeld bij het Lievertje. Ja, die had ik op een gegeven moment een telegram gestuurd van... beleid veranderen of anders aftreden. Nou ja, dat werd hier niet in dank afgenomen. Dus op een gegeven moment had ik het te bond gemaakt. En toen werd ik in de herkansing overigens eruit gezet. En toen heeft het 4 jaar geduurd en toen kreeg ik toch een klein beetje eerherstel. Ja, ja. Dus ik werd toen opnieuw gekozen voor 6 jaar. Al het geprotesteer van Nieuw Links tegen deze lijst, dat is hier reinste kolder. Dus de opkomst van Nieuw Links in de partij, daar voelde u zich verwant mee? Sterker nog, ik was een van de initiatiefnemers en ik heb de oprichtingsvergadering voorgezeten. Als je er tegen protesteert, twijfel je aan jezelf. Gekozen. W. Meijer met 1500 stemmen. Die partij was behoorlijk vergrijsd. Als je daar op partijcongressen of op ledenvergaderingen kwam, dan denk ik dat de gemiddelde leeftijd toch wel in de buurt van de 60 was. En opeens kreeg die partij weer aantrekkingskracht bij jongeren. En die kozen veelal Nieuw Links. Irene Vorink met 1403. W. Polak, EM. Gaandeweg bezetten de Nieuw Linksers steeds meer posten in de partij. Een van de coryfeeën op wie zij het hadden gemunt was Max van der Stoel. Sinds jaar en dag de buitenland-expert van de PvdA. U had het nodige wantrouwen tegen Nieuw Links. Ik vond dat ze op één punt gelijk hadden. Namelijk dat er meer doorstroming moest zijn. Op de leidende posities in partij en fractie terechtkwam bij 45, zat er meestal 20 jaar later nog. Ik vond dat de methode waarop dat gebeurde dikwijls een autoritaire inslag hadden die mij absoluut niet aanstond. En verder vond ik hun opvatting op het gebied van de internationale politiek als regel volslagen onaanvaardbaar. Han Lammers met de... Van Arie van der Zwan, destijds ook in Nieuw Links actief, is de uitspraak: we stoppen de hele partijtop in een bus en we rijden ze van de afsluitdijk af. Als je nou terugkijkt op dat soort uitspraken, waren jullie niet gewoon een stel jonge wilde honden die wild om zich heen sloegen? Ja, dat waren we natuurlijk. En het hoorde bij die 60 jaren om de dingen onverbloemd te zeggen. En
Wij vonden al dat politieke jargon veel te ingewikkeld, te verbloemend. En ja, recht toe recht dan, beleid veranderen of aftreden. Nieuw Links heeft stormenderhand tal van machtsposities veroverd binnen de partij. Het lijkt erop alsof, laten we zeggen, de gevestigde orde binnen de partij, of hoe je het ook wil noemen, de oudere garde, toch nogal snel zijn pootjes heeft laten hangen. Ja, ik vind inderdaad dat men dikwijls weinig weerstand heeft geboden. Je treft dat niet alleen aan in de PvdA in die jaren, je treft dat bijvoorbeeld aan ook aan de universiteiten met die democratiseringsgolf, waar ook achteraf bekeken toch volslagen onzinnige eisen onder de druk van alle protest en alle bezettingen soms werden ingewilligd door professoren die voordien nogal autoritaire neigingen hadden. Dus er was een stuk gebrek aan ruggengraat, vond ik. Ja, waaruit is dat te verklaren? Het is het idee van, ja, het is blijkbaar, de nieuwe tijd vergt dit. Misschien zijn we allemaal maar sukkels dat we dat niet gezien hebben. En we moeten maar haastig een been bijtrekken. En ja, misschien is het soms ook de angst om posities te verliezen, heeft een rol gespeeld. De jonge generatie rammelde aan vele poorten. Ook in de geestelijke gezondheidszorg moest weldra alles anders. In de bossen bij Den Dolder lag de zwakzinnige inrichting Dennendal. De nieuwe directeur was 32 jaar oud en heette Karel Muller. Zijn vernieuwingsproject zou tot in het kabinet diepe verdeeldheid zaaien. Welke normen legt een technocratische samenleving aan wanneer zij mensen als zwakzinnig bestempelt? Komen die normen niet precies voort uit een overwaardering van technische veiligheid, rationeel inzicht en wetenschappelijke spankracht? Mensen die op deze gebieden geen partij kunnen blazen, bevinden zich volgens de gebruikelijke normen minstens op de grens van het abnormale. Eenmaal op die grens geplaatst, worden ze gemakkelijk gerekend tot de groep van de zwakzinnigen. Dan komt de speciale zorg in het geweer. Ze worden als zieken, als ontwikkelingsgestoorden, als geestelijk gehandicapten, uiteraard om hun bestwil van de samenleving geïsoleerd. Dat laatste noemen kritische verzorgers wel eens een gedachte van de tweede soort. Ze bedoelen daarmee dat de idee van isolatie om hun bestwil de grondgedachte die eronder ligt verbloemt. De grondgedachte zou zijn dat de maatschappij haar zwakzinnige kwijt wil, omdat ze er niet mee gebruiken. Ofschoon dit wat ongenuanceerd klinkt, bevat het toch een diepe kern van waarheid. Zonder te prachtige natuur daar in Den Dolder. Eigenlijk hele mooie oude, ja, een beetje sanatoriumachtige gebouwen. Dus dat zag er allemaal prima uit. En verder was het in mijn beleving dus echt een volstrekt stilstaand watertje, waarin dus mensen, zowel personeel als zwakzinnigen, dus vrij doelloos door elkaar liepen. Waar eigenlijk niks interessants gebeurde, waar het energieniveau dus vreselijk laag was. Ja, zo'n beetje die mensen die zaten daar en ach ja, die hobbelden 's ochtends naar de werkplaats. Nou ja, zo. Ik had het idee van, dit is absoluut niks. Hoe heet jij? Piet. Piet. En hoe oud ben je, Piet? 8 jaar. 8 jaar, nou, daar geloof ik niks van. Ja. Zullen we met 2 vermenigvuldigen? 16? Ja. 16 jaar vooruit. Slaap je hier in deze kamer? Ja. Het algemene idee was natuurlijk van, er moet hier iets gebeuren. Er moet aandacht komen voor die mensen. Er moet een mogelijkheid zijn dat ze dus een individueler leven leiden dan ze nu doen. Hun verjaardagen moeten weer gevierd worden. Er moet bezoek kunnen komen. Er moet, hè, dus de betrokkenheid van het personeel op de bewoners, dat moet niet massaal zijn, maar dat moet persoonlijk kunnen worden. Want alleen als dat gebeurt, dan zal het personeel en de bewoners tot bloei komen. Hè, dat is nou eenmaal altijd zo. Wat onderscheidt Dennendal nou van andere soortgelijke inrichtingen? Nou, ik denk dat wij vanaf het begin dat we hier bezig zijn van ongeveer 6 jaar geleden al, die sterk bezig zijn geweest om hospitalisatie van zwakzinnigen te voorkomen. Hè? Laten we zeggen, vakinhoudelijk was het eerste idee van, laat ik maar zeggen, een beetje abstract, van we moeten dat medische model vervangen door een pedagogisch model. Hè? Dus we moeten niet meer van onszelf verwachten dat we die mensen beter kunnen maken, want dat kunnen we toch niet. Maar ze kunnen natuurlijk wel van alles leren. Hè? Ze kunnen, en dat was natuurlijk ook
een beetje geënt op wat die pedagogische instellingen in de zwakzinnige zorg in Nederland natuurlijk al langer deden. En je kunt er alleen iets tegen doen als je je eigen instelling en de hele organisatiestructuur verandert. Hè? In meer vrije en tolerante en minder autoritaire richting. Er komt ontzettend veel bij te pas, wil je, zo'n klimaat van vrijheid waarin die patiënten tot hun richting... De bezigheden van Karel Müller werden in de wereld van de gezondheidszorg met argusogen gevolgd. Een kritische waarnemer was de psychiater Jan van Borsum-Waalkes, destijds geneesheer-directeur van de Rijkspsychiatrische Inrichting in Eindhoven. Hij zou later direct met Dennendal te maken krijgen. Dat moet hier ergens geweest zijn. Hij is toen begonnen, en dat is een van de wortels van het conflict, hij is toen begonnen om het personeel te vervangen. Het personeel wat er was, kon niet goed mee in het denken over de nieuwe zwakzinnige zorg. Traditioneel behoudend. En hij heeft dus veel tijd en aandacht geïnvesteerd in het aanwerven van eigen personeel. Daar had hij het erg moeilijk mee, want dat kon eigenlijk niet in de Wilmaansstichting van die tijd. Er was een groot bestuursbureau wat dat allemaal placht te regelen. En Karel kon daar moeilijk vat op krijgen. Maar wat hij kon, deed hij. En hij heeft er toen in geslaagd om een hele enthousiaste groep stafleden, stafmedewerkers om zich heen te verzamelen. En geleidelijk aan om groepsleiders te vinden die dan in de plaats zouden treden van die oudere en traditionele verpleegkundigen. Het conflictueuze kwam er juist in op het moment dat wij bijvoorbeeld zeiden van we willen de uniformen afschaffen. We willen mensen de mogelijkheid geven om binnen de organisatie zichzelf te manifesteren in wat ze dan met die zwakzinnigen doen. En dat betekent natuurlijk dat je de uniformiteit van de organisatie dan doorbreekt. En dat is altijd bedreigend voor mensen die het gevoel hebben, uiteindelijk ben ik toch verantwoordelijk of ben ik toch de baas. Ja, dus dat leverde spanning op. En dat paste in zekere zin in het tijdsbeeld van de jeugdcultuur en het lange haar. En later natuurlijk de bloemetjes die opkwamen. Dat was eigenlijk, waren twee ontwikkelingen die in elkaar grepen. Dus binnen de kortste keren, en dat was dus het conflict van 1971... zag Dennendal, en dat was ook de klacht, er helemaal niet meer uit als een zwakzinnige inrichting. Of liever gezegd, mensen zeiden dan ook van, het ziet er helemaal niet uit als een ziekenhuis. Nu was het zo dat Karel een grote gevoeligheid had voor alles wat in Amsterdam gebeurde. De Maagdenhuisaffaire had een grote indruk op hem gemaakt. Die populaire volksbeweging van kabouters, provo's, Oranje Vrijstaat had een grote indruk op hem gemaakt. En ik wil niet zeggen dat hij het propageerde, maar elementen uit. Hij vond bijvoorbeeld wel dat hij posters daarvan moest ophangen en zo. Dus het maakte een beetje de indruk. Die indruk werd gecreëerd ook. Dat die principes die er aangehangen werden, buitengewoon geschikt zouden zijn om in de verstandelijk gehandicapte zorg, om die daar misschien wat getransformeerd, om die daar gaan toepassen. Er zijn nogal wat ouders van patiënten hier, pupillen hier, die schijnen te schrikken van het uiterlijk van sommige verplegers hier, lang haar en dergelijke. Wat vindt u daarvan? Nou, dat maakt op mij persoonlijk niet zo'n ongunstige indruk. Zij het dan dat ik 82 jaar ben, me zeer gunstig kan verplaatsen in die jonge mens die ten ene male een heel andere instelling hebben op deze maatschappij. Ze aanvaarden de maatschappij niet meer zoals wij die vroeger hebben moeten beleven. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze inderdaad in verzet komen tegen deze verouderde instellingen die in zekere zin dringend om vernieuwing vragen. Over enkele seconden zult u getuige zijn van het duel van de eeuw. De kampioen met het modernste elektrische scheerapparaat. De uitdager met de nieuwe Gillette Techmatic. Geen mesjes, maar een cassette met 5 scherpe scheerkantjes. Als het ware aan elkaar gekoppeld tot 1 lange wand van roestvrij staal.
zeker. Elektrische scheerapparaten scheren zeer glad. De Tegmatic scheert nog gladder. En dan wou ik u ook nog iets zeggen tegen de mannen van Nederland. Ik wilde u nog even waarschuwen. Want gaat u vanavond alsjeblieft niet alleen op straat. Neemt u de hand van uw vrouw mee. En dat is het enige wat we tolereren. Want er gebeurt vanavond iets heel ergs met de mannen. Voor vrouwen was in de jaren 60 aanvankelijk alleen in de seksuele revolutie een hoofdrol weggelegd. Vanaf 1968 begon een kleine groep feministen te timmeren aan een eigen huis. Het werd een huis met vele kamers. Eerst was er man-vrouw maatschappij, ofwel MVM. Die probeerde te overtuigen met de politiek van kleine stappen. Vervolgens kwam Dolomina, die met spektakel de mannen heel wat meer aan het schrikken maakte. Doet u de vrouw eens achtergesteld momenteel? Ach, mijn vrouw niet in ieder geval. Een van de oprichters van Man-Vrouw Maatschappij was Hedy Dancona. Ik herinner me die tijd, dan had je dus zo'n vergadering en er mochten ook mannen bij. Nou, iedereen schreeuwde door elkaar, het was allemaal niet zo geordend. En dan stond er een man op en er waren er dan toch in zo'n gezelschap van vrouwen, maar een paar mannen misschien. Vijf op de 50. En je kon er werkelijk, je kon er gif op innemen. Dat er dan altijd ineens een man opstond die zei: ik voel er behoefte aan om voor jullie de zaken eens op een rijtje te zetten. En dan, dat werd in het begin, toen dachten we, oh nou, dat is wel comfortabel, een man die alles. Maar dat duurde dus niet zo lang, of begon een hevige irritatie op te treden, dat er altijd wel zo'n man was. En dus dan werd er ook geschreeuwd: hou jij nou je mond eens, je hebt al zoveel eeuwen je bek open kunnen doen. En dus dat ging dan ook niet zo zachtzinnig. En op een gegeven moment mochten ze niks meer zeggen, of als iedere vrouw uitgebraad was tot ver na de komma, dan mochten ze nog eens. Dus dat begon toen ook al. En dat, ja, dat heeft toen eigenlijk zijn uitmonding gevonden in het feit dat er toen ook bijeenkomsten waren waar mannen niet welkom waren. Is uw vrouw geëmancipeerd? Nou, betrekkelijk. Ja, ze doet echt het beste voor. Ja. En ik ook. Ik heb de indruk dat alleen werkelijk gelijkwaardige seksuele relaties tot nog toe mogelijk waren voor homofielen. En dat ik dat soort relaties ook mogelijk wil maken voor tussen mannen en vrouwen. Toch zit het nog niet allemaal zo lekker. En Man-Vrouw Maatschappij heeft een hele verlanglijst om de positie van de vrouw in onze hedendaagse samenleving te verbeteren. Zo zouden er meer crèches moeten komen ten behoeve van werkende moeders. Strijdbare vrouwen vragen zich ook af waarom voorkoming van zwangerschap juist een taak voor de vrouw is. En of het wel zo vanzelfsprekend is dat er op de kantoren geen mannelijke typisten zijn. Man-Vrouw Maatschappij was met het kort daarna opgerichte Dolomina vergeleken natuurlijk een vrij saai, weinig ludiek, een beetje ernstig gezelschap. Die zich bezig hielden met het inventariseren van achterstanden van vrouwen en meisjes. Mm-hmm. En vervolgens manifesten en pamfletten opstelden en schreven. En daarmee de boer, eigenlijk beter gezegd de politiek, bestookte. Ik vind het heel gek om vanavond over een onderwerp te moeten spreken. In het begin, weet ik dat dat vrij vreselijk was. Als je voor die traditionele vrouwenverenigingen optrad, dan zag je dus, hield je dus zo'n bevlogen verhaal. En dan zag je die mensen maar nee zitten te schudden voor. En dat ik echt zo verschrikkelijk vond ik dat. Ik herinner me dat nog. Maar ja, het was ons om te doen om dingen gerealiseerd te krijgen. Om mensen mee te krijgen. Dus ook die mensen. En dan gingen wij dus daar roepen voor een zaal met vrouwelijke sociaaldemocraten. Die het nog als een verworvenheid beschouwden. Dat de arbeidersvrouw niet meer hoefde te werken. En daar stonden dan van die types maar te roepen dat die vrouwen de deur uit moesten en financieel onafhankelijk moesten worden. Ze dachten echt dat je niet goed bij je hoofd was. Waarom doet u dit, Tivo? Nou, we moeten toch laten zien dat we hier geweest zijn en dat wij ook goede toiletten willen voor vrouwen en gratis. Want als wij naar de toilet moeten, dan moeten wij dus altijd betalen. En er zijn maar weinig gelegenheden waar je dan ook kunt. En daarom sluit u de boel hier af? Ja. Dan kunnen mannen ook niet meer naar het toilet. Jawel, dan gaan ze maar een dubbeltje betalen als ze naar het toilet willen. Of ook V&D binnenstormen of de Bijenkorf of in een kroeg. Wanneer de meiden van Dolomina in de krant verschijnen met
fantastische foto's waarmee ze al die pissoirs dichtbonden met roze linten. Of met die blote buiken op zo'n gynaecologencongres. Ja, dan zag ik dat niet als het barricaderen van onze doelstellingen. Ik dacht, nou laten wij dan maar van die werkbijen blijven. Maar aandacht voor de zaak krijg je ook op die manier. Dus dat vond ik eigenlijk wel goed. Heeft er iemand een jolletje voor mij? Ik moet even naar de wc. Waarom kan je hier in zien? Ik heb nooit... En ook niet in mijn omgeving gemerkt, want ik was natuurlijk toch heel actief in Man-Vrouw Maatschappij, dat wij het nu voortdurend hadden over hoe Dolomina deed, of jaloers waren op de publiciteit die zij kreeg. Wij waren er gewoon bezig met een andere strategie en hadden het gevoel, misschien ten onrechte, dat we uiteindelijk toch bezig waren met hetzelfde. Het is alleen maar om relletjes te maken. Het gaat om u, hè, als vrouw. U hebt minder mogelijkheden dan uw man. U zit toch thuis? Vindt u het huishouden dan fijn? Nou, niet zo leuk, maar ja... Precies, en daar zijn we nou tegen. Nou, maar het moet toch gedaan worden? En er moet er gekookt worden? Maar uw man kan toch ook helpen? U kunt het toch samen doen? Maar waarom zou u dat doen? Ah, nee, dat is flauwekul. Wij werden in het begin radicaal gevonden, oude wrijfsters... moest eens stevig beetgepakt, dan moest dus wat overheen. Ik bedoel, wat je allemaal te horen kreeg, dan zou het wel afgelopen zijn. Maar toen natuurlijk veel radicalere groepen en groepjes om ons heen ontstonden, kregen wij het odium van behoorlijk saai, redelijk, te bollig een beetje. En dat kwam ons eigenlijk wel uit. Dus op een bepaalde manier werd onze positie van wat willen die vrouwen allemaal... Toch eigenlijk een stuk, het is allemaal maar relatief. Maar... Door het optreden van anderen kregen wij dus eigenlijk meer voeten aan de grond. Na het Maagdenhuis begon de studentenbeweging een lange mars door de wetenschappelijke instituten. Daarbij werden harde confrontaties met onwillige hoogleraren niet geschuwd. Een van de eerste krachtmetingen speelde zich af op het Instituut voor de Wetenschap der Politiek aan de Universiteit van Amsterdam. Daar zwaaide professor Hans Dout de scepter. Een van de oppositionele studenten was de latere wethouder Walter Etty. Ik ben in 69 gaan studeren, dat was het jaar na het Maagdenhuis. En het conflict rond Dout speelde zich meer af met tweedejaarsstudenten... Die in hun college een aantal vragen aan de orde stelden over inhoud van de studie, materiaal wat ter sprake werd gebracht en dergelijke. Wij hadden ook een hoorcollege van Dout. Daar werden ook wel wat vragen gesteld. Maar er was vooral een sfeer van verbazing hing daar in die zaal van waar heeft die man het eigenlijk over? Toen is er dus een kleine groep actieve studenten geweest, in het bijzonder in de sociale wetenschappen, dat hangt natuurlijk licht voor de hand vanwege de studiekeuze, die op colleges de zaken ter discussie stelden. Wat vooral opviel was de enorme massaliteit. Er waren dus enkele honderden eerstejaars ingeschreven en daar waren voornamelijk hoorcolleges voor. En er vond eigenlijk verder heel weinig contact met docenten plaats. Het is natuurlijk als je een college hebt van een paar honderd eerstejaars en 10 mensen zijn daar actief op de eerste rij, dan zit dus inderdaad, daarom heb ik het ook geschreven, ik speel geen uitwedstrijden meer, is een soort voetbalwedstrijd van 10 mensen die proberen de zaak te versteren. En een paar honderd zitten toe te kijken hoe dat loopt en wie dat nou redt. Maar dat is natuurlijk geen sfeer om normaal college in te geven. En dat ging dan zowel om de inhoud van de studie als om de vraag wie het voor het zeggen had bij de vaststellingen van de studie. En vond het niet redelijk dat studenten, laten we zeggen, daar een zekere medezeggenschap in hadden? Oh ja, natuurlijk. Ik bedoel, reacties erop van uitstekend, maar niet dat zij het voor het zeggen hebben. Er was een grote vergadering uitgeschreven. En toen, tijdens die vergadering, kwam een aantal mensen binnenlopen en die zeiden het IWP is bezet. Hè, het Instituut voor Wetenschap. Dat was in 1970. Dat was in 1970, dus datzelfde eerste studiejaar. Daar werd iedereen toen ook uitgenodigd om daar naartoe te komen. Maar dat was meer, laten we zeggen, als belangstellende en als, je zou bijna zeggen, nog als meeloper. In de zin dat de finesses van wat er allemaal gaande was, ik niet zo erg kende. Men heeft terecht de bezetting voltooid op het moment dat ik er niet was.
Want ik had wel luidkeels aangekondigd dat wie mijn kamer binnen zou komen. Welke bezetting hebben we nou over? De eerste. Nou, de eerste, want de tweede mag u ook noemen. Ja. Want ik heb ze ook gehad op de Herengracht. Maar ik had wel luidkeels aangekondigd dat wie mijn kamer zou binnenkomen, zoals in Tilburg gebeurd is, waar men dus zei, we moeten uw kamer hebben voor een vergadering. Dat ze dus bij mensen binnenkwamen. En ik had hier dus nogmaals luidkeels aangekondigd, en niet één keer, maar meer keren, dat wie mijn kamer ongevraagd binnenkwam, als ik aanwezig was eruit zou moeten, dat die door het raam zou verdwijnen en dat hierbij mijn bruidenband judo een goede dienst zou bewijzen. Bezetting wordt langzamerhand een gewenningsproces. Hè? Als u uw zin niet krijgt, dan gaat u maar weer bezetten. Schiet niet een beetje over het doel heen dan? Het doel van onze actie is dus de controle en de registratie te verhinderen, ja, en uiteindelijk termijn. Het doel is wel duidelijk, maar de manier waarop. Nou, daarvoor zijn heeft de bezetting zich dus beraden over een aantal middelen wat zij zal gaan toepassen om haar doel te bereiken. Een belangrijk deel van het conflict aan de universiteit in die jaren was een conflict tussen jonge docenten en oudere hoogleraren. Sterk. Met andere woorden, die jonge docenten hadden automatisch de studenten aan hun kant. En hadden inderdaad meeste gevallen de meerderheid. Dat zou je eens moeten bekijken hoe dat precies is gelopen. Er waren namelijk ook een paar oudere hoogleraren bijvoorbeeld die zich mee op die standpunten stelden. Je had de historicus professor De Jong, die even oud en ook een aantal opzichten een tijdgenoot van Dout was. Die zich in een groot aantal zaken wel met de studenten kon verenigen. En dus ook van Dout het verwijt kreeg dat hij rubberen benen had. Ik kon niet geloven dat die man die inzichten werkelijk had, maar ik vond dat het gelijk een capitulant was, hè, om in dat soort termen te spreken. Wat gebeurde er concreet in 1970 toen u met uw pamflet kwam, Hans Dout speelt geen uitwisselingen meer? Wat was de meest concrete aanleiding? Dat was dus die verstoring van die colleges. Maar daarna, dat heb ik dus een aantal jaren hebben we dat gehad, toen is eind 72, begin 73, toen is er een situatie geweest. Er is nog steeds de positie dat u geen college gaf. Maar geen college voor eerste en tweedejaars. Geen massacollege, dus wel allerlei colloquia hoorcolleges. En toen in 72, 73, toen hebben wij dus gezegd, we stoppen. En dat is dus mooi uitgedraaid op een dienstbevel van meneer Kammerbeek en zijn makkers, dat wij aan het werk moesten. En toen is dus die zaak voor de ambtenaarrechter gekomen. En dat was dus typisch zo'n moment dat we vrij bewust hebben gekozen, een strategisch conflict, dat je naar buiten trok dat de aandacht, hè, er kwam een dienstbevel en vervolgens ambtenarenrechter en waarom ging het? Kortom, dan kon je duidelijk maken wat de waanzin die er binnen die universiteit aan de hand was. Het was wel typerend voor die tijd, een hoogleraar die vanwege de massaliteit ook nauwelijks in beeld komt, hè, waar je nauwelijks contact mee hebt. En die dan ook helemaal niet toegesneden is op het geven van een college aan zo'n grote groep. En in feite dus een soort dictaat zit voor te lezen. Betty was toen eerstejaars en voorzitter van de studentenvereniging Machiavelli. Ik geloof dat hij iets ouder was al, maar goed. Nee, hij was nog zeer jong. Hij was wel eerstejaars, dat wel. Veel verder is hij geloof ik nooit gekomen hoor. Want hij was voluit bezig met studentenpolitiek. En hij had dus... Machiavelli had dus een kamer bij ons in het instituut op de Herengracht. En wij hadden weer eens een proces gewonnen, ik geloof, bij de ambtenaarrechter. En hij komt het gebouw uit. Heel joviale jongen altijd hoor. Ik moet zeggen, ik heb persoonlijk moest ik toch wel om lachen ook. En had toen al het kale hoofd en had dus een wollen petje. Het was koud in de winter. En hij komt mij tegen terwijl ik het gebouw ingehaald eruit. Hij zei, zeg! Jullie hebben het proces gewonnen, hè? Gefeliciteerd. Maar luister, het maakt niks uit, want wij hebben toch de macht. Ik denk niet dat het zozeer over macht en gezag ging. Als je het wat breder bekijkt, is het veel meer het drama wat zich heeft voltrokken van de kleine universiteit naar de grote universiteit. Ook het drama van zeg maar, het einde van de wederopbouw en een generatie die heel andere vragen ging stellen. Dokter Alexander, theoretische fysica. Misschien weet u niet wat dat is. Nee, niet helemaal. Klopt. Jullie worden straks de poort uitgeslagen. Jullie zijn domme mina!
Ze hebben actie voor. Praat de binnen en buiten. Wat moet ik hem ook bij dat boekje waar is, ik ben het hier helemaal mee eens. Wat vindt u daarvan? Ik vind het erg leuk en ik begrijp heel goed, er zijn wel enige gronden, maar ik geloof meer dat het niet bij de opvattingen van de mensen ligt, maar dat het, ja. Ja, fijn, oh, enig. In ieder geval, mijn opvattingen zullen hier niet mee in strijd zijn, voor zover ik iets aan kan doen. Fluit u allerlei mannen naar op straat? Ja. Waarom doe je dat? Nou, omdat we het zo verschrikkelijk vervelend vinden als we op straat lopen, meestal alleen, en je loopt ergens langs. Dat, dus de mannen, de meeste, nou nog niet eens schunnigen, die komen er ook bij, maar opmerkingen maken. Over terwijl het protest van Dolomina zich toch voornamelijk in ludieke sferen afspeelde, trad in 1972 een groep militantere zusters naar voren. Zij zagen de hele maatschappij als een masculien gedrocht. Wij richten een paar september op, dat was op oktober 1972. Dit is het eerste nummer van Paarse September blaadje, wat wij schreven. Dit is Stephanie de Voogd, in het midden Maaike Meijer, dat ben ik, en Noor van Krevel. We hadden gewoon zin om de pleuris uit te laten breken. We waren gewoon heel ongeduldig. We vonden dat die feministen ontzettend aangepast waren en absoluut niet tot de kern van de zaak doordrongen. We vonden niks in die linkse beweging. We vonden de COC, stellen ze zeikers. Ja, Paarse September, er was in die tijd een terreurgroep. Die heette de Zwarte September. Ik schaam me nu eigenlijk diep, hoor. Dat we daar een link mee legden. Maar je had natuurlijk ook in die tijd de Baader-Meinhof groep. Hè? En je had Palestijnse terreuracties, maar er was vanuit de linkse beweging een massale sympathie met de Palestijnen. Iedereen liep met een Al-Fatah doek. En wat Baader-Meinhof, ik herinner me niet dat wij daar zo mee sympathiseerden. Dat Ulrike Meinhof was absoluut niet ons idool, want ja, die waren natuurlijk ook te hetero voor ons. Maar Wat terreur is, dat wist niemand van links. Dat wisten we gewoon allemaal niet. Toen ontstonden er dus twee, als ik het zo mag zeggen, kampen. Een kamp waarbij die analyse vooral ging om een verklaring van het machtsverschil vanwege het verschil in economische machtspositie, de financiële afhankelijkheid van vrouwen. Het feit dat vrouwen dus maar tot een heel klein segment van de arbeidsmarkt toegang hadden. Dat ze nooit te vinden waren in de toppen van allerlei economische activiteiten, bedrijvigheden. Het feit dat ze in de politiek ondervertegenwoordigd waren of in de wetenschappelijke wereld ook, als het ging om. Dus dat was een hele club die ook had over individualisering en het sociale zekerheidsstelsel. Kortom, dat hing allemaal met elkaar samen. En een club die zei, nee, het is seksuele onderdrukking. De analyse richtte zich veel eer op de biologische lotsbestemming van de vrouw. Op de heteroseksualiteit als een van de redenen dat het slecht ging, was gegaan voor vrouwen. Op het huwelijk, het moederschap. Ça va seul betekent het gaat vanzelf. Daarom blijven mijn meubels zo mooi. Af en toe licht invrijven met Savasol Teak Oil. En dan met een schone doek navrijven. Niet Sam, en niet alleen voor teak, maar voor alle houtsoorten. En kijk, krassen en vlekken verdwijnen helemaal. Geen beter spul. Wij vonden dat heteroseksueel leven, dat een soort instituut was. Een van de machtsmiddelen die het patriarchaat gebruikt om zichzelf te structureren en zichzelf te handhaven. De heteroseksualiteit is als het ware het onteigeningssysteem waardoor ongelijkheid tussen mannen en vrouwen geproduceerd wordt. Was dat nou zo of was het een dogma? Ik zou zeggen dat het een leerstuk was. Ik behoorde tot het zondige ras en nog steeds die vinden dat economische onafhankelijkheid
van het allergrootste belang is. En, maar die ja, ook de basis om, om andere dingen ook in eigen hand te krijgen. Maar die ook dacht dat, laten we zeggen, toch binnen dit systeem daar wat aan te doen was. Dat je binnen het systeem dat de nodige veranderingen zeker. Komen. Zeker, wij waren dus... maar goed, dat was in die tijd gewoon dat je buitenparlementaire actie voerde... ten einde parlementaire aandacht te krijgen en op de politieke agenda te verschijnen. Dat wilden we. Wij traden ook op tegen MVM. Die had in 72 of 71 al een actie stem op een vrouw. Nou, dat is naar de hand nog vaak teruggekomen. En ja, dat vonden we ook symptoombestrijding. Dan zeiden we, nou, dan zitten er dus veel vrouwen in de politiek. Maar de politiek is een mannelijk systeem. Daar wordt mannelijk gedacht. De wereld wordt, zeg maar, op mannentermen georganiseerd. En als je daar een paar vrouwen in zet, dan wordt dat alleen maar verder onzichtbaar gemaakt. Basis september, dat wisten we wel. Maar dat werd eigenlijk toch wel door heel veel mensen als iets uitzonderlijks gezien. De Paarse September kreeg heel veel publiciteit, heel veel aandacht. Maar in de vrouwenbeweging was er niet zoveel aanhang voor dit nogal extreme standpunt. En het was net zoiets als SCUM in de Verenigde Staten. Die waren een tijdje daarvoor. Dat waren ook een aantal lesbische vrouwen die een manifest, een SCUM-manifest hadden vervaardigd, waarbij dus, ik dacht, de bedoeling was, maar het is er nooit van gekomen, maar het was toch eigenlijk wel de bedoeling dat de meeste mannen van hun piemel werden ontdaan. Wij spelden dit blad uit, The Furies. Het was een lesbian feminist monthly. En dat kregen we omdat Stephanie in Amerika had gezeten. Dus dat lazen we. En de Black Powerbeweging, die inspireerde ons trouwens ook, de retoriek daarvan. Hè? If you're not part of the solution, you're part of the problem, hè? Zei Black Power. Nou, dat drukt ook uit. Je bent het probleem. Je bent zelf het probleem wat je op moet lossen. Dus je moet jezelf veranderen, je verlangens, je psyche, alles. Hè? Het was een takje van de vrouwenbeweging. Het was niet echt bedreigend, omdat het echt heel klein was. Ik bedoel, wij waren niet groot, maar zij waren dan toch wel heel erg klein. We vonden het eigenlijk een beetje bizar. En we hadden misschien ook wel, of ik in ieder geval, het idee dat ze het niet echt serieus meenden. Ik had eigenlijk bij de Paarse September vaak het idee dat het ook, bedoeld was als een soort peper in de kont van al die vrouwen die bezig waren om weer structuurtjes en bureautjes en secretariaatjes. En dat natuurlijk ook iets, daar kon ik me wel voorstellen, iets beklemmends had. En dat zij dachten, en nou is klaar met dat gezeur en dat getut en dat voetje voor voetje waar wij toch mee bezig waren. Naar de deur van de heren op het binnenhof. En oh, een voetje tussen de deur. Hallo, weer een verworvenheid. En dus ja, dat... Ik bedoel, op een bepaalde manier bekeken. Alleen, ik dacht dus dat het niet helemaal serieus was. Misschien was het wel bloedserieus. Nou, in beide gevallen konden we er niks mee, behalve het lezen. We werden in elk forum uitgenodigd, want wij zorgden altijd voor vuurwerk en commotie. Omdat we het over die heteroseksualiteit als instituut hadden. En over de politieke dimensie daarvan en over de betekenis van lesbisch worden en zo. Nou, dat vonden ze allemaal prachtig. En, maar op een gegeven moment werden we daardoor ook ingekapseld. We begonnen een beetje de dorpsgek te worden. Wij waren altijd het gekste wat je kon bedenken. Ze dachten werkelijk dat we krankzinnig waren. Er werden ook plotseling zoveel vrouwen lesbisch om me heen. Die tot dan toe gewoon heteroseksueel waren. Nou, aantal zijn dat gebleven, maar bij een aantal was dat meer een trend. Maar behalve dat sommigen het zelf deden, verwachten ze van anderen dat eigenlijk het ook deden. Iedereen moest dat eigenlijk doen, want iedereen was dus echt in de war als hij nog heteroseksueel was. Ja. Nou ja, goed, ik vond het toch eigenlijk wel interessant. Ik luisterde altijd wel goed naar. Ik probeerde me ook voor te stellen, eerlijk gezegd, hoe het zou zijn om lesbisch te zijn. Ik vond ook wel een aantal aantrekkelijke kanten hebben.
Die dames die waren natuurlijk door de jaren heen wel steeds leuker geworden. Dat waren allemaal vaak wel hele mooie en intelligente. En dus ik vond het, ik werd het daarvan niet, maar ik zat niet te roepen van ik nooit. Integendeel, ik heb dat echt ook wel eens overwogen. Maar ja, je moet er natuurlijk om te beginnen verliefd worden op een vrouw. En dat gebeurde dus niet. Overwogen bij wijze van politieke daad eigenlijk. Maar bij mij niet meer echt als politiek. Ik had niet zoals anderen dat je dat als politieke daad zou moeten doen. Dat niet. Maar ik vond het als leefstijl helemaal niet verwerpelijk. Mag ik u vragen vanuit die eenheid, vanuit die bezeten wil om echt iets te veranderen aan de fundamenten van onze samenleving, samen te werken naar die 29 november toe. We hebben een opdracht, we hebben een boodschap, laten we uitvoeren. Deze vraag zullen velen in Nederland zich stellen, nu na 5,5 maand informeren en formeren het kabinet Den Uyl is aangetreden. In 1973 werd een droom verwezenlijkt. Weliswaar was de meerderheid van Nederland nog altijd niet links, maar de meest progressieve regering aller tijden kon van start gaan. Met premier Den Uyl en vicepremier Van Agt van Justitie, mevrouw Vorink, Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Wat zijn uw herinneringen aan de formatie 1973? Ja, dat was een ware triomftocht na zo'n oppositieperiode met zo'n kabinet te komen. De heren Van der Stoel, Buitenlandse Zaken. Gruiters, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Lubbers, Economische Zaken. En u hebt op één staatssecretaris na het hele kabinet Den Uyl compleet. En dat 5 keer... En ik geloof, Max, dat ik dan jou aan je nieuwe verantwoordelijkheid met een gerust hart ga overlaten. Ik zal je graag naar de deur begeleiden, Robert. Ja. En... Natuurlijk, er zaten ook plussen en minnen. Men was niet gelukkig bijvoorbeeld met de kandidatuur van Max van der Stoel voor Buitenlandse Zaken. Omdat hij zich te lang had geïdentificeerd met de Amerikaanse politiek. Hoewel iedereen hem zeer deskundig en aimabel vond, maar dat soort dingen telden mee en we waren in die periode vrij hard in de leer. Ik denk dat dat te maken had met een aantal zaken waar ik duidelijk een andere visie had dan vaak op partijcongressen tot uiting kwam. Ik denk aan de NATO, ik denk aan de kwestie van de DDR en zo waren er nog een paar kwesties die tot wrijvingen leiden. Geef ons de verplichting de begrippen socialisme en democratie bij voortduring te toetsen. De partijvoorzitter heeft mij toen de dagen dat ik me moest voorbereiden op het aantreden op Buitenlandse Zaken in niet onduidelijke termen te verstaan gegeven dat hij mijn aantreden betreurde en dat hij mij kritisch zou volgen, hetgeen hij inderdaad heeft gedaan. In het buitenlandbeleid zijn de eerste tekenen van een andere mentaliteit zichtbaar. Dat Van der Lauw was partijvoorzitter en die heeft zich toen ook vrij hard gemaakt. Maar, wat betekent hard gemaakt? Nou, stevige discussies en de zaak ook in het partijbestuur redelijk scherp gespeeld. In welke termen? Nou ja, eigenlijk niet aanvaardbaar, daar kwam het op neer. Kreeg Van der Stoel dat ook te horen van hem? Dat denk ik wel. Bovendien kwamen dit soort dingen ook in de notulen. En ik neem aan dat Van der Stoel ook door Den Uyl voortdurend ingelicht is. Om 6:00 in de ochtend vertrok de regeringsfriendship van Schiphol met aan boord de heer en mevrouw Van der Stoel op weg naar Athene. Uw bemoeienis met Griekenland, dat is toch een van de hoogtepunten uit uw carrière. Wat was dat? Dat was eigenlijk nog voordat ik mijn ministerschap. Ik was toen rapporteur, zoals dat heet, van de Raad van Europa, de parlementaire assemblée. In welk jaar speelde dat? Dat speelde dus in de jaren 68, 72. En ik moest dus rapporteren over dat Griekse kolonelsregime. Dat leidde al snel toe dat ik niet meer in Griekenland werd toegelaten, omdat ik onmiddellijk registreerde dat deze kolonels nooit van plan waren de macht weer op te geven, tenzij ze door externe omstandigheden daartoe werden gedwongen. De kolonels hebben mij toen als zondebok aangewezen en voortdurend eigenlijk mij als communist die het regime ondermijnde afgeschilderd.
Met het gevolg was dat daardoor het Griekse volk een misschien wat overtrokken idee had van de rol die ik speelde. De aanbeveling begint met vast te stellen dat Griekenland niet meer voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap. En in verband met die pas... Hoe is dat verder afgelopen? Waar is het in uitgemond? Het regime is tenslotte aan de eigen overmoed bezweken, omdat het zich in een avontuur rond Cyprus stortte, waar het niet meer uit wist te komen. En uiteindelijk was het daardoor de mogelijkheid geschapen dat de oude politici het weer overnamen. En toen was de democratie werd hersteld. En toen was u inmiddels minister? En toen kreeg u een hartstochtelijk ontvangst. En toen kreeg ik inderdaad een werkelijk ongeloofwaardige ontvangst. Een maand na de omverwerping van het kolonelsbewind bracht de heer Van der Stoel al een bezoek aan Griekenland. In Athene is de Van der Stoelstraat te vinden als voorbeeld van Griekse dankbaarheid. I think we really, when I think of the opinion of the people of Europe, I'm convinced that finally we will. Deed u dat wat? Ja, dat al die mensen die ik in ballingschap had gezien, of soms ook in de gevangenis, in huisarrest, om die daar plotseling op een rijtje op het vliegveld te zien staan in een vrij land, dat was een bewogen ogenblik. Professor Komantos, you spoke highly of my efforts for democracy, and I thank you for your words. But don't forget, I simply did my duty as a Democrat. Wat zijpelde daarvan door in Nederland? Niet zoveel. Ik moet zeggen, het partijbestuur heeft mij toen gelukgewens gestuurd. Dus dat was dat een moment van... niet echt van harte? Nee. Ik moet zeggen, dat was van harte. Een bloemetje van 3,50. Nee, het was een uiterst vriendelijk telegram. Ik kan niet anders zeggen. Heeft u nooit eens gedacht, verdorie, ik ben bij wijze van spreken de held van Griekenland... en hier word ik versleten voor een rechtse bal. Ik zal ze een poepje laten ruiken. Ik kan niet ontkennen dat dit soort gedachten wel eens bij mij is opgekomen. Ja. En wat deed u daarmee? Dat zullen ze ook wel eens geventileerd hebben. Jazeker, ik denk bijvoorbeeld aan de briefwisseling met Fontijn. En er zijn er over andere gelegenheden geweest waar ik dat heb gezegd. En wat kwam daarop terug? Ja, dat ik altijd zo makkelijk uit mijn veld sprong en dat ik tegen een stortje kritiek moest kunnen. Dat is op zichzelf. Natuurlijk moet je dat als minister kunnen. Het is altijd wat vreemd om te moeten regeren tegen de oppositie van je eigen partij. Want daar kwam het in feite op neer. De PvdA-fractie heeft in de jaren 73, 77 op enkele onderdelen daar gelaten constant oppositie gevoerd. Zijn er wel momenten geweest waarop u dacht, dit kan zo niet langer? Ik vond het momenten dat ik het inderdaad vond dat het vrijwel niet meer kon. Waarbij dan gewoon, waarom natuurlijk het voortdurende kruisvuur waar ik aan onderworpen was in het kabinet. En ik had ook altijd een onrustig gevoel als ik op vrijdag niet in de ministerraad was, wat er dan zou kunnen gebeuren. Dus waar ik ook, in welk buitenland ook zat, ik probeerde altijd in elk geval de vrijdag er weer te zijn. Om te verhinderen dat er misschien ongelukken zou gebeuren. Het was ook wel de tijd van het grote ongeduld. Dat zat er een beetje achter. En waarbij dan ook kwam een volslagen overschatting van de mogelijkheden van Nederland. Dan is er de vraag gesteld door de heer Terlouw over de kwestie van de erkenning, eventuele erkenning door Frankrijk van Transkei. U bent toen ergens midden in die kabinetsperiode met de partijvoorzitter Ian van den Heuvel naar Berlijn geweest, naar de DDR. En u bent teruggekomen en heeft toen de redelijk geruchtmakende uitspraak gedaan dat de muur een historische noodzaak was. Dat werd u uiteraard niet in dank afgenomen door partijgenoot Van der Stoel op het departement van Buitenlandse Zaken. Waarom zei u dat? Nou, ik heb ook kort daarna gezegd dat wat ik bedoelde te zeggen, ik door een dergelijke
redelijk ongenuanceerde uitspraak niet goed gedaan had. En ik denk dat ik daar ook anderen door in de problemen heb gebracht. Hartelijkheid is troef in het oostelijk deel van het voormalige Rijkshoofdstad Berlijn. En na de terugkomst in het Vrije Westen, zegt mevrouw van de Heuvel tot grote schrik van christenen, conservatieve en meer bedaagde socialisten, dat linkse dictaturen beter zijn dan rechtse en dat ze begrip heeft voor de bouw van de muur. Volledig ingepakt door zang, dans en drank, concludeert de Telegraaf. Wij zijn met onder andere André van der Lauw de eerste partijbestuurs leden geweest die een reis naar de DDR gemaakt hebben. Daar hebben we keiharde discussies gevoerd, dingen gevraagd en gedaan die niet anders waren. Maar wij geloofden in de dialoog. Vandaar dat de PvdA-congres ook stemde over erkenning. De muur is een historische noodzaak. Ik geloof niet dat als je op dat moment een referendum onder de PvdA-aanhang zou hebben gehouden, toen die befaamde uitspraak werd gedaan, dat daarvoor een meerderheid te vinden zou zijn geweest. Het is, ik denk toch dat ook bij velen, ook in die periode van radicalisme, dat die afkeer tegen het communisme is gebleven. Een van de afdelingen van de Willem Arnshoven in Den Dolder is de zwakzinnige inrichting Dennendal. Een deel van het personeel van Dennendal heeft vrijdagavond in paviljoen Donders na een jarenlang conflict met het bestuur de afscheiding geproclameerd. Dat gebeurde onder leiding van een werkgroep die nu als bestuur van het nieuwe, zelfstandige Nieuw Dennendal moet gaan functioneren. Stichtingsbestuur, veel ouders en andere betrokkenen zijn het niet met deze daad eens. Bestuur zijn zin doorzetten. Of liever, nee. Want vanaf vandaag bestaat, leeft en werkt Nieuw Dennendal. Het is zelfstandig geworden krachtens het besluit van 157 van de 210 stafleden, groepsleiders en andere personeelswerkers. Karel Muller is door hen verzocht met ingang van dinsdag 29 januari 's morgens om 9 uur zijn functie te hernemen. Nieuw Dennendal, jongens. En dan begrijp ik toch niet goed wat nou precies het bestuur op uw, laten we zeggen, algemene benadering tegen had. Want ze waren enthousiast over u. Het eerste bestuur was enthousiast over u. Daardoor is er een ander bestuur gekomen, Veldkamp. Ja. Was ook wederom positief gestemd over u. Dat moet toch gebaseerd zijn geweest op gesprekken met u over hoe u het wilde aanpakken. Ja. Waarom is het dan toch misgelopen? Nou, Veldkamp die was bezig weg te gaan. Vervolgens begon hij dus zijn vertrek voor te bereiden en daarvoor trok hij dus nieuwe bestuursleden aan. En de eerste die hij daarvoor nam was meneer Drexel, die dus in de Maagdenhuisaffaire dus een, laten we maar zeggen, studentonvriendelijke rol had gespeeld. Nou, goh, daar keken we van op, maar we konden heel goed met Veldkamp opschieten, dus ik dacht, ja, nou ja, doe maar. Het tweede die voorstelde was professor Wiegersma, die uit diezelfde hoek kwam. En toen hebben wij gezegd, ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hoe kan je nou enerzijds zeggen dat je dus de visie van Dennendal, die ontwikkeling allemaal goed ziet zitten, dat je dus deze vorm van zwakzinnigheid, de ideeën van Muller, zoals dat dan zo afschuwelijk heet, allemaal zo goed ziet zitten, maar je haalt mensen in huis die dat helemaal niet kunnen, die dat niet willen en die dat ook helemaal niet gewenst vinden. Die twee meningen leidden op een gegeven moment tot een schisma in de staf. En toen heeft de staf die zei, we willen weer gewoon doen, die heeft zich ook met het bestuur verstaan. En daarmee was dus het conflict was geboren, het tweede conflict. Hetgeen toen uiteraard weer uitgebreid in de pers kwam en toen werd het gepolitiseerd. Want toen was het de tweede keer, zeg, begint dat nu weer, zei iedereen. Het was
De stellingen waren veel duidelijker betrokken. Het feit dat een hele hoop mensen vinden dat u hier niet langer welkom bent, dat maakt u niet onrustig? Nee, dat ligt niet in mijn karakter. Wat voor karakter hebt u dan? Een koppig karakter, ik ben een Noord-Hollander. En Karel Mulder is ook iemand die niet van wijken weet, dus dat gaat hard tegen hard dan? Nee, dat hoeft niet hard tegen hard te gaan. Want ik heb ook in gesprekken met de pers duidelijk gezegd dat ik mogelijkheden zie in samenwerking met Mulder, maar dan op basis van duidelijke werkafspraken. Mulder heeft me ooit eens gezegd dat samenwerken op basis van antipathie mogelijk moet zijn. Dat was niet in deze kwestie, maar in een andere kwestie. En ik hoop Mulder aan zijn woorden te houden. En hoe kon dat conflict, toch vrij beperkt in zijn oorsprong, tot een soort nationale splijtswam worden tussen links en rechts? Ik denk omdat de inzet van beide kanten dus heel fundamenteel was. Een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking die zegt van ja, wat zullen we nou krijgen, al die machtsverhoudingen, en wat betekent dat dan voor mij, en wat gaat er dan verloren aan deskundigheid en noem maar op. En een ander gedeelte van de bevolking die zegt van ja, dat zou leuk zijn, zeg, dat er naar je geluisterd werd en dat je aandacht kreeg. ...tabel is voor alle verschillende partijen en die ook geen partij kiest. Zo'n beheerder of een bestuurscommissie moet wel een duidelijk tijdelijke zaak zijn. Ik ben het eens met de geachte afgevaardigde dat een conflict Dennendal schadelijk is voor de pupillen. De oplossing van het conflict werd in hoge mate geblokkeerd door de politieke tegenstelling links-rechts. Ik ben geen politicus, dus ik kan het niet precies uiteenzetten hoe dat allemaal zit. Maar ik kreeg toen destijds een beetje het gevoel dat als links en rechts van de politieke partijen zich hadden laten gaan in hun opvattingen en meningen over dat conflict, dat het ongetwijfeld geleid zou hebben tot een kabinetscrisis. En een kabinetscrisis was waar de heer Den Uyl en zijn medewerkers niet op uit was. Dus ik denk dat men zich nog ingehouden heeft. Maar dat heeft er wel toe geleid dat het conflict dooretterde. Denkt u nou persoonlijk over Karel Mulder? Persoonlijk? Ik bewonder hem. Ik bewonder een aantal aspecten van zijn karakter. Ik geloof wel dat de aspecten die in zijn karakter die ik bewonder, nou niet die aspecten zijn die zo dienstig zijn voor het werk in de vaccineringrichting. Maar als persoon bewonder ik hem. Iemand die zo geweldig rechtlijnig is, die zo'n gevoel heeft voor public relations, die zo een image kan opbouwen van zichzelf en anderen, dan neem ik mijn petje voor af. Dank u wel. Denkt u nooit, ik wou dat ik maar een andere baan had? Nee, ik ben erg tevreden met mijn werk in Dennendal, ja. Opstappen, dat is er voorlopig dus niet bij. Dat dacht ik niet, nee. Ik blijf hier gezellig de rest van mijn leven. Tenminste, mogen de groepsleiding en God het geven wel aan het werk, ja. Karel had ook, denk ik, redenen om te denken dat hij misschien wel kon winnen. En dat heeft hij dan ook zeker geprobeerd. En dat is een van de dingen die ik Karel kwalijk neem, is dat hij veel te lang gemeend heeft dat hij het wel zou kunnen halen. Veel langer dan redelijk was. Het was heel spannend en het was dus zeker niet van, oh, we gaan dit winnen. Het was ook niet zo van, we gaan dit verliezen. En het heeft ook heel lang natuurlijk heel erg gespannen, ook in de politiek. Van, hoe gaat men zich uiteindelijk opstellen? Iedere dag keek je weer naar de krant. En dan was er weer wat gebeurd, was weer een beheerder ontslagen of geslagen zelfs. Er werd gedreigd met dit, er werd brand gesticht in de directieketen. Kortom, dat ging aan één stuk door. Dat iedereen die zich ermee bezig hield, en het waren er al velen, dus zeggen we, maar waarom blijft dat nou bestaan? Toen ontstond voor de toenmalige staatssecretaris, die belast was met die zorg, gezondheidszorg, ontstond het probleem, hoe krijg ik dat probleem, hoe kan ik dit conflict beëindigen? Alles wat er eerder gezegd en gedaan was, was nieuwe brandstof op die narigheid. En toen heeft op een gegeven moment de staatssecretaris gezegd, ik weet goed gedaan, laat ze daar maar ruzieën, maar ik haal nu de bewoners uit die brandhaard weg. Barto Smit is supervisor van een van de 5 paviljoens van Dennendal. Hij is een van de 13 stafleden. In het huidige conflict rond directeur Karel Mulder is die staf uiteengevallen.
De Mullerianen zijn 7 in getal, 6 zijn dus tegen. Hoe verder de scheidslijn precies loopt, is minder duidelijk. Muller zegt dat er ruim 150 van de 210 medewerkers achter hem staan. Zijn tegenstanders noemen een aantal van hooguit 80. En ook over het standpunt van de ouders van de pupillen bestaat verschil van mening. Maar de oudercommissie en de oudervereniging hebben officieel althans in overgrote meerderheid uitgesproken dat Muller moet verdwijnen. Eigenlijk is maar één ding helemaal zeker. Er zijn op Dennendal 314 verpleegden. En die kunnen zich voor een groot deel helemaal niet uiten. Evenmin als ze dat konden tijdens het vorige conflict in 1971. Die waren duidelijk zo geëmotioneerd dat ze echt begonnen met kreten van... jullie weten niet wat het betekent om met deze mensen, om zo'n kind te hebben. Nou ja, we werken tenslotte met die mensen. Ze zeiden ook, want het stinkt hier naar hasjes. Op een gegeven moment kwamen allerlei ouders hun kinderen terughalen. Ben je dan niet aan de grens van wat je kunt veroorloven? Nee, ik denk, je kunt niet iets heel wezenlijks doen zonder dat er mensen zijn, dat er kunnen ouders zijn of personeelsleden die daar helemaal niks in zien of die daar angstig van worden. En dat is iets, een situatie die je overal kunt aantreffen. Als je werkelijk dat als criterium zou willen nemen om je handelen te laten bepalen, dan kun je dus weinig meer doen, want er is altijd wel een ouder die bezorgd is en die of angstig en die dan iets anders wil. Dus ik vind dat dat speelde in het Dennendal-conflict ook, een soort verheerlijking van die ouders. Ja, maar er zijn ouders die huilend aan de telefoon zijn geweest. Ja, God beter, er zijn ouders die overal over gaan huilen. Zal ik bedoel, even oneerbiedig zeggen. Dat is het niet van, ach, laat die ouders maar barsten. Maar er is in de zwakzinnige zorg natuurlijk ontzettend veel betutteling van ouders. Die niet los kunnen komen van het beeld van, ja, maar het blijft toch altijd je kind. De zorg begon eronder te lijden. De bewoners kregen niet die aandacht waarop ze redelijkerwijs aanspraak konden maken vergeleken met de zorg elders. De aandacht die ze kregen was nog niet eens het allerberoerdste, maar ze kregen gewoon te weinig van alles. Als je in de zwakzinnige zorg echt goede dingen wil doen, of waar dan ook, dat zal voor het onderwijs ook zo gelden, dan zal dat problemen met zich meebrengen, weerstanden met zich meebrengen. Mensen zullen zeggen van, nou, mij bevalt dit niet. Maar daar is toch een grens aan? Ja, ja, maar die grens die heb ik dus getrokken waar ik hem toen getrokken heb. Of samen met onze mensen. We zeggen, nou, de ontruiming van paviljoen Lorenz, dat betekent gewoon voor ons de grens. Ik had in die tijd een bootje en dat voer ik mee in de Biesbosch. En die boot die moest wat opgeknapt worden. Dus ik zat in de smerigste kleren die ik had. Met lieslaarzen en al dat soort dingen wat bij de Biesbosch past. Was ik mijn bootje aan het verven en aan het schilderen en aan het roestbikken en zo. Totdat er op een gegeven moment een vaartuig van de Rijkspolitie, waterpolitie, langskwam. En zei, bent u van Borsum? En dat kon ik niet ontkennen. Dat was ik toen. En ze zei, ze hebben je nodig in Den Haag. Het proces van evacueren, dat zal een chaotisch proces zijn, omdat allerlei pupillen en personeelsleden zich daar tegen zullen verzetten. En dan de evacuatie, als die dan uiteindelijk zou lukken, dat wordt een ramp. Omdat je zulke overplantingen van mensen die jarenlang op een bepaalde plek hebben gezeten en gewend zijn aan de condities daarvan, dergelijke overplantingen, die kun je alleen maar zeer geleidelijk en met ieders instemming goed laten verlopen. En anders dan zullen mensen gewoon helemaal over hun toeren raken. Ik begaf me naar het departement en kloste zo de Kamer van de Staatssecretaris binnen en daar zaten allemaal zeer deftige ambtenaren, om zo te zeggen, althans in vergelijking tot mijn uitdossing. En daar heb ik toen plaatsgenomen en toen vroegen ze me of ik nou werkelijk in staat was om op korte termijn die bewoners over te nemen. Toen kwamen dus de bezoekers, mensen die zeiden, nou, we willen dat door onze aanwezigheid proberen dat tegen te houden. Kamerleden, journalisten, spontaan, familieleden, ja. De ontruiming die al langer dreigde, die zou nu plaats gaan vinden. En het was onduidelijk wanneer. En dus overal vandaan stroomden mensen naar Lorenz toe. En die,
namen daar plaats in dat paviljoen. Wat er te zien was aan de buitenkant was in de eerste, voordat de ontruiming als zodanig begon, was een voorterrein wat bezaaid was met auto's. Alle Mullerianen en zijn hulptroepen die in dat gebouw zich verschanst hadden, die hadden hun auto's in de oprijritten allemaal gezet, dat die versperd was en de politieauto's er niet bij komen. 'S Ochtends toen kwamen de agenten met busjes en die zetten het terrein af en die sleepten auto's weg. Die mensen zaten achter gesloten deuren, die werden door. En die konden wij natuurlijk niet openmaken, dat moest de politie doen. Toen dat voorbereidend werk en het dranghekken enzovoort. Toen kwamen er bussen met verplegers uit Eindhoven en andere plaatsen. De politie ontruimde, de politie was Zeist. En iedere keer als er een bewoner in het zicht kwam, werd hij opgevangen door het ontruimingsteam onder leiding van de inspecteur. En toen ramden ze de deur open en begonnen ze dus mensen eruit te sleuren. Het was een buitengewoon geëmotioneerde toestand waarbij het zinderde van de emoties, om zo te zeggen. En je dacht, er moet maar weinig gebeuren of het wordt hier een veldslag. Nou, iedereen die niet zwakzinnig was, die ging in een politiebusje. En iedereen die wel zwakzinnig was, die lijn die bleek dus toen nog mooi te trekken, die kwam in een ander busje terecht. Ja, er werd natuurlijk verschrikkelijk gescholden. We gebruikten daar de meest afschuwelijke scheldwoorden. Werd dat ontruimingsteam toegedaan. Die had het ook behoorlijk moeilijker mee, moet ik zeggen. Het bestuur vordert dan ook van iedereen het gebouw zo spoedig mogelijk te verlaten. Voor personeelsleden wordt niet vrijwilliger en niet onmiddellijke verlating van het paviljoen aangewerkt als een dringende reden voor ontslag op staande voet. Goed zo! Karel Muller legde de grens voor het bereiken van zijn ideaal bij de ontruiming van Dennendal. Enkele jaren later werd die grens door de kraakbeweging in Amsterdam nog een flink stuk opgeschoven. Voor het nobele doel, bestrijding van de woningnood, was een ruim arsenaal aan middelen geheiligd. En zelfs het doel hoefde niet altijd nobel te zijn. De muzikus Hans Dulfer verkondigde in deze periode: je moet een steen kunnen gooien zonder daarvoor meteen een reden te hebben. Waarom gooien jullie nou hier? Nou, dit staat leeg, niet waar? Ja? Waarom dit kan uitgehaald worden bijvoorbeeld? Maar waarom vernielen jullie dit nou? Nou, het is de enige, momenteel is vernielen wel de enige methode eigenlijk. Om aan te tonen dat je ergens wat tegen bent, weet je wel. Sam Kaldens opvolger, burgemeester Polak, moet de problemen van de hoofdstad te lijf met een. Wanneer kreeg u voor het eerst te maken met de kraakbeweging? Was dat toen u burgemeester werd meteen? Het eerste is in 78 geweest, toen er een rel geweest is. Ik ben in Amsterdam-West in de Jacob van Lennepstraat, waarbij de politie is opgetreden en waarbij de politie nogal wat verwijten werd gemaakt dat ze veel te hard zouden zijn opgetreden. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik er echt mee te maken heb gekregen. In sterkere mate dan in andere grote steden hebben Amsterdammers te lijden van de nog altijd niet geheel opgeloste woningnood. Vele jonge gezinnen, zoals dat van Joop Peters, moeten het zien te rooien op een vliering waar ze zich zo goed als dat mogelijk is hebben ingericht. Het gezin Peters, dat een dochtertje van 2 jaar heeft, had hier onder de dakpannen zelfs nog een klein slaapkamertje afgeschud. Deze Joop Peters werd een van de leiders van de actie 70, die een tweetal leegstaande panden van de gemeente in de Amsterdamse Sarfatistraat bezette. Binnen enkele uren werden de lege kamers van de kapitale huizen door een aantal zeer slecht behuisden in bezit genomen. Daar waren jonge echtparen onder, alleenstaanden en enkele ongehuwde moeders met hun kind. De woningnood, dat was toch eigenlijk het centrale punt van die kraakbeweging. En er was inderdaad vlak voordat er een nieuw college was aangetreden, in 78 is het nieuw college aangetreden, hadden we een paar jaar van lage woningproductie. Achterrug, echt zeer laag. Werd in die beginperiode dat kraken al benoemd als een antwoord op groot maatschappelijk onrecht? Op het grote maatschappelijke onrecht van de woningnood. Maar niks meer.
Ik denk dat tot een eind in de jaren, in 1980, 81, Kraken vooral toch benoemd werd van, nou ja, er is een gigantische woningnood in de stad. Was op dat moment ook echt verschrikkelijk. Er waren 50.000 of 60.000 mensen ingeschreven als woningzoekende. Maar wat misschien nog wel dramatischer was, er werden echt maar een paar honderd nieuwe huizen per jaar in de hele stad gebouwd voor mensen zeg maar, met lagere inkomens. Ik geloof 60 woningen voor jongeren in 1979 zijn er opgegaan. Het lag helemaal stil, hè? Het lag echt helemaal stil. Er waren echte idealisten bij die ook echt dachten, ja, dat moet een en ander veranderen. Vooral op het gebied van die woningnood. Daar wil ik direct nog wel wat van zeggen. Twee, er waren ook lieden bij die voor geweld niet terugschrokken en bijna geweld als doel hadden. In de derde plaats waren er lieden bij die wel eens een keertje mee wouden doen, voorwege de mode. Acties van woningzoekenden waren doorgaans vreedzaam van karakter. Men probeerde prijsopdrijving door makelaars en speculanten aan de kaak te stellen, omdat ze namelijk dure, onbetaalbare nieuwbouw en lege kantoorruimte tot gevolg hadden. Het aantal panden dat door woningzoekenden werd gekraakt nam toe. Zo werden deze panden aan de Keizersgracht, vandaar de naam van een van de panden, de Grote Keizer, in november 1978 gekraakt. Ja, een kristallisatiepunt van die kraakbeweging is de Grote Keizer geweest. Een zestal kraakpanden aan de Keizersgracht. Die van de Olchem destijds waren, een grote multinational die niet kort daarna trouwens ook nog ten onder ging. En die had daar nou knokploegen ingezet, spionnen ingezet. Een enorme speculatiegeschiedenis hing daaraan vast. En dat pand stond op het punt ontruimd te worden. En toen bij die Grote Keizer, dat is eigenlijk een van het eerste pand waarbij gezegd van, nou, en hier gaan we nou eens een keer met z'n allen proberen dat tegen te houden. En Keizer werd daarom denk ik zo'n groot item, omdat daar een groep was. Die zei van, we lassen dat pand dicht. We maken het helemaal dicht met staal. Dus dat de politie er heel moeilijk binnenkomt. En we zetten nog wat dingen op het dak die we naar beneden kunnen gooien. Nou, en laat ze maar eens opkomen. Voor ons is de maat vol. Men wist dat die panden geweldig gebarricadeerd waren. Enzovoort. Dus het was niet eenvoudig om daarin te komen. Het was een soort middeleeuws fort. En je mag niet schieten. Dat is een apart hoofdstuk, maar de politie mag niet even schietend binnenkomen. Dat is tegen de instructie. Zou ik ook nooit gewild hebben. Als je dan zegt, nou ja, we gaan het zo doen. En daar staan de zieke auto's, letterlijk, om de gewonden af te voeren. Toen zei ik, nou moet ik toch eens even denken of dat niet anders kan. Toen heb ik gezegd dat ontruiming uitgesteld. Niet om hem af te stellen, maar om te zeggen, om nog eens één keer een beroep te doen op de kraakbeweging, om te zeggen, ja jongens, weet wat je begint. Ik heb geen keus. We moeten ontruimen, maar zou je toch maar niet op een andere manier eruit gaan? Wij zeiden van, nou, als je met ons redelijk wil overleggen, dan moet je in ieder geval ervoor zorgen dat al die lege luxe appartementen in die grachtengordel, die dichtgetimmerde woningen, dat daar mensen kunnen wonen. Dat er gewoon minder mensen concreet woningnood hebben. En je moet dat bouwprogramma eindelijk eens een beetje. Je moet zorgen dat die stadsvernieuwing op gang komt. Daar willen we wel over praten. Maar waar hij over wou praten was, verlaat je dat pand door de voor- of door de achterdeur? Dat waren toch de marges waarbinnen het voor hem bewoog. En we blijven erin hoor, op de 101 MHz. Iedere avond, in ieder geval van 7 tot 10. Jullie moeten de commandobussen pakken, de antennes eraf rukken. Allemaal samen en aanvallen met die handen. En vechten en blijf bij elkaar. En niet met twee mensen of drie mensen, maar met honderden mensen. Want we kunnen ze aan hoor, hey, pak ze. Nou, het is dus, we zijn dus niet opruiend, maar we vertellen gewoon de waarheid. Ik vind gewoon de mensen goed voorlichten. En tot degene die bijvoorbeeld willen helpen een gekraakt pand te beschermen. Maar er is ook geroepen op een gegeven moment de afgelopen tijden van stenen gooien enzovoort. Is dat ook niet opruiend? We hebben gewoon bepaalde redenen toe om dat te doen. Ik denk dat ik op vergaderingen toen erg gepleit heb tegen het gebruik van geweld tegen personen. En toen stond op een gegeven moment die koelkast op het dak en toen? Toen was ik er nog steeds tegen. Maar aan de andere kant werd ik zo meegetrokken door zeg maar wat het dreigen met dat geweld politiek opleverde. De rechtsstaat is er ter verdediging juist van de zwakken van de samenleving. Als de rechtsstaat er niet is, heerst het recht van de sterkste. En dan worden de zwakken in de samenleving de dupe van, heb ik een en andermaal gezegd. En hij heeft
onder die dreiging besloten het niet te ontruimen. En dat heeft natuurlijk de discussie, dat kan je voorstellen, die interne discussie later enorm beïnvloed. Want die mensen zeggen, nou, bij de Grote Keizer moet je zien, we hebben dat pand nog steeds. Dus het wordt gezien als een zwaktebod van Polak, als een teken van zwakte? Nee, als een teken van kracht dat wij met heel veel waren. Dat er voor ons heel veel steun was, want we waren niet alleen die krakers, er waren ook wijkcentra, huurdersverenigingen, intellectuelen, weet ik veel, die allemaal zeiden, ja, die krakers die doen nou eens een keer iets wat eindelijk wel eens een keer had gemoeten. Dus er was heel veel steun en wij dachten, nou, die beetje onverzoenlijke houding, dat is blijkbaar ook wel iets wat op dit moment nodig is in dit land en wat resultaten boekt. Die kreet dus, jullie rechtsstaat is de onze niet, was alleen maar goed voor mensen die dachten dat ze zichzelf wel konden redden. Die kreet moet voor u als sociaaldemocraat, als echte, ik zou zeggen ouderwetse sociaaldemocraat, echt een gruwel zijn geweest. Nou, ik was er in ieder geval mordicus tegen. Voor de studenten die tegen professor Doud te hoop liepen, waren de spelregels van de rechtsstaat nog niet zo vrijblijvend. Maar het politieke spectrum vernauwde zich aanzienlijk en liep nog slechts van de linkervleugel van etnisch PvdA via de CPN van Marcus Bakker tot ultralinks. Dat leidde tot machtspolitiek op de vierkante meter. En wij zeggen tot die arbeiders. De strijd van de studenten is jullie strijd, kameraden. De studenten die voor de rechter gesleept worden, zijn jullie makkers. Wij moeten door onze acties het probleem leggen waar het... Studenten zeiden, die studie is te eenzijdig. De studie moet op veel maatschappij kritischer worden. Wat vond u van die kritiek? Onzin. Volstrekte onzin. Was het niet eenzijdig? Nee, het was helemaal niet eenzijdig. Kijk, bovendien, daar zat een aardige strategie achter. Kijk, het probleem is geweest bij die politiek-sociale faculteit. Die is dus opgezet met het idee, je moet een brede opleiding hebben. Dat betekent, je moet dus die wetenschap der politiek hebben. Maar daarnaast is het zinloos om te proberen iets over de maatschappij te zeggen als je geen behoorlijke achtergrond hebt in economie, staatsrecht, sociologie en geschiedenis. Dus die studie die was zeer breed, vele aspecten, zo breed dat inderdaad van de eerste generaties van... Laat ik zeggen, er waren dus honderden mensen die toestroomden in 1748. Van die eerste generaties, daar is, het is nog door Daalder onlangs uitgerekend, is ongeveer 9% afgestudeerd na dan gemiddeld ongeveer 9 jaar. Met andere woorden, die studie was iets aan de zware kant, kun je zeggen. Walter Etty zegt nu met terugwerkende kracht, ach, het ging helemaal niet, de inzet was helemaal niet dat de studie helemaal anders moest worden of dat we per se aan maatschappijhervorming wilden doen. Nee, we wilden we wilden een confrontatiestudie en dat betekent, we wilden dat verschillende benaderingen van de politicologie tegenover elkaar werden aangeboden aan de studenten, dus dat was waar een breed aanbod hebben. Dat was het enige wat we wilden. Ja, dat kregen ze, maar dat was niet voldoende en u vindt in de stukken terug, we willen helemaal niet een confrontatie, we willen een anticapitalistische studie, nogmaals. Dus ik vind het interessant dat Etty het zich zo herinnert, maar hij zou nog eens een stukje moeten bekijken. En hier ziet u al in dat het ging echt een machtsstrijd. Bestond bij jullie het sentiment de macht moet afgeschaft worden? Nee, volgens mij niet. Het hoort ook weinig bij dat vakgebied, omdat de macht er altijd is. Ja. En dus moet je kijken waar die zit en hoe je hem organiseert en hoe je hem controleert. In die hele situatie met die democratisering ging het om... Wij willen het voor het zeggen hebben. Wij weten wat we te leren willen hebben. En ik heb het altijd volstrekte onzin gevonden. Die poging tot quasi-gelijkwaardigheid, waar veel van mijn collega's op in zijn gegaan. Want het is natuurlijk zo dat een onderwijssituatie is hoe dan ook een situatie van ongelijkheid. Waarbij een docent die geacht wordt het te weten, kennis overdraagt. En dan kun je dus horen van doe je het op de goede manier en geef je wel dit en dat. Maar de laatste verantwoordelijkheid
ligt natuurlijk bij je docenten. Douwt heeft zich op het standpunt gesteld, je moet gewoon eerst vak leren. Ja. En dan kunnen ze meepraten. Daar is ook heel, veel voor te zeggen. Het conflict ging daar ook niet over, zeker niet bij politicologie. Wat hij nalaat in die weergave, maar hij is misschien wel genuanceerder als hij het zelf mag zeggen. Maar dat er dus een discussie was onder hoogleraren. En dat er een discussie was tussen hoogleraar en stafmedewerkers. Over wat de juiste inhoud van het aanbod zou moeten zijn. Waar onderzoek naar wordt gedaan. Welke boeken op de lijst zouden moeten staan en welke niet. Welke opzet, welke laten we zeggen, samenhang het studiepakket zou moeten vertonen. Studenten hebben daar hooguit partij in gekozen. En ook mee een keuze in gedaan. Men wilde gewoon voor een groot deel ruzie, confrontatie. Als je ook de stukken leest, dan vind je inderdaad dat, dan wordt dat met een links sausje overgoten. Ik denk dat een aantal mensen, als ze die citaten herlezen, zijn dus hele notities van, ik heb laatst nog van mijn collega Daalder wat gekregen, dat een aantal mensen zich wel geneert als ze zien wat ze dus in discussie toen geroepen hebben, wat er moest gebeuren en hoe de situatie moest zijn en dat de studie alleen maar binnen de grenzen van het kapitalisme mogelijk was en dat moest worden ondermijnd. Ik heb daar nog mooie citaten van de heer Stuurman, die hier nog later hoogleraar is geworden. En nu de Monet-leerstoel in Rotterdam heeft, die was heel pittig om te zeggen, nee, we moeten een anticapitalistische studie hebben en dat soort dingen meer. De meest waanzinnige, laat ik zeggen, banale manier zag je dit, maar er was geen serieuze discussie over mogelijk over dit soort dingen. Als je ook terugkijkt hoe braaf het allemaal is geweest. Hè? Als je de Maagdenhuisfilm ziet en je ziet al die keurige mensen en de manier waarop het allemaal ging. Er is daarna in de Nederlandse samenleving natuurlijk een heel andere ontwikkeling geweest met echt harde confrontaties. Ik heb ze zelf van de andere kant, zou je kunnen zeggen, meegemaakt. En ja, een van de lessen die we daar heel duidelijk hebben geleerd is altijd de discussie aangaan. En zeker als je in de positie van macht en gezag zit, dan ben jij degene die het langste moet blijven praten. Die moet proberen andere mensen, buiten degene met wie je dan een discussie hebt, te overtuigen, aan je kant te krijgen. Proberen de publieke opinie naar je toe te halen. In dit geval dus de academische opinie. En zeker niet het strijdperk vermijden. Het interessante is natuurlijk, dat daar heeft dus mijn collega Daalder nog een reden over gehouden, dat de meest oppositionele figuren, dat zijn, hij heeft een reden gehouden van oude en nieuwe regenten, en dat zijn de nieuwe regenten geworden. Er is natuurlijk geen mooiere nieuwe regent denkbaar dan de oppositiefiguur Walter Etidu. Dat is dus de nieuwe regenten die gewoon hebben geleerd hoe je het spel moet spelen in een andere tijd, andere periode. Dat je moet suggereren dat je open staat voor inspraak en voor de rest denk kletsbrand en doe toch wat ik wil. Als je nou achteraf kijkt met uw ervaring als wethouder, ook met ontruimingen en dergelijke, heeft u dat niet meer begrip gegeven voor die positie van Douwt en de interpretatie die hij zelf gaf aan zijn verantwoordelijkheid? Nee, eigenlijk niet. Omdat het de verkeerde keuze die in dat opzicht heeft gemaakt. Namelijk de discussie, de confrontatie vermijden. En ik denk dat ook in je, laten we zeggen, je rol als pedagoog, om het zo maar even te zeggen, dat het laatste is wat je moet doen. We hebben veel van uw collega's op in de subfaculteit de houding aangenomen van, nou, laten we er maar het beste van maken, een beetje geven, een beetje nemen, en we zien wel hoe we er doorheen komen. Dat heeft u dus niet gedaan. Vindt u dat die andere houding verkeerd was? Ja, vind ik wel, ja. Waarom? Omdat het halfzacht is, en ik hou niet van halfzachtheid. Ja, hij lijkt in dat opzicht natuurlijk heel erg op de mensen die proberen de universiteit te veranderen, omdat hij ook eenzelfde soort methodes dan hanteert. Ja. En dan krijg je natuurlijk heel gauw ook een discussie van als je niet tegen de hitte kan, dan moet je uit de keuken blijven. Hè? Een ander punt is, en dat is een, je zou kunnen zeggen, een marxistische analyse ervan. Ik heb wel eens in die tijd geroepen en daarna ook. De studentenrevolte is geslaagd, althans voor zover geslaagd is, maar heeft dus inderdaad de bestaande orde aangetast dankzij de te hoge salarissen van hoogleraren. Van wat moet ik als ik hier niet kan blijven zitten? En dat geeft dus een zekere neiging tot een zekere serviele houding. Dus ik heb wel eens gezegd, de te hoge salarissen en de te hoge hypotheken van velen hebben bijgedragen aan het succes van die studentenrevolte. U heeft niet veel steun gehad van het universiteitsbestuur? Nou, ik kan me niet herinneren één moment dat ik geen tegenwerking heb gehad van het universiteitsbestuur. En dat was zuur?
Och, je bent er gauw aan, hè? Je weet het stel, dat je dus niet op die mooie praatjes in moet gaan van de heer Kammelbeek en zijn makkers. Maar hoe kwam dat, dat het universiteitsbestuur u niet steunde? Dat zijn modieuze figuren die dachten de trend is in naar, laat ik zeggen, meer inspraak in meer zaken. En dat zijn mensen die de inhoud worst is, die willen alleen bestuurlijke rust. Dus die gaan door de bocht, dat ziet u nog altijd. Ik bedoel, wanneer hebben bestuurders nou echt inhoudelijke interesse? Nee toch, ze willen gewoon zorgen dat dat de zaak niet onbestuurbaar wordt. En wat er nou onbestuurbaar wordt, interesseert ze niet, als het maar loopt. In zekere zin bent u hem nu qua maatschappelijke positie, als iemand die werkzaam is bij een zeer succesvol en lucratief adviesbureau, bent u hem in maatschappelijke positie rechts gepasseerd. Is dat niet uiterst ironisch? Nou, ik zou even de maatschappelijke landkaart in jouw hoofd willen bekijken, waartoe je tot dat conclusies komt. maar ik denk dat dat nogal een 70-jarige opvatting is die, ja, je hier, ja, die je hier vertoont. U valt zich nog veel linkser dan Doud. Ik heb helemaal niet de behoefte om in dat opzicht ten opzichte van hem te definiëren. Maar als je dan die breedte zou willen nemen, ik voel me met Doud ter linkerzijde. Met name in die periode 70, 78 moet het voor u toch een hard gelag zijn geweest dat uw werk zozeer in het teken stond, en misschien wel uw hele leven, zo in het teken stond van het conflict. Terwijl u in 63 was aangekomen als jonge hoogleraar. U had veel plannen. De PSF breidde zich uit. U stond bekend als schrijver van een interessant proefschrift. Nieuwe mensen kwamen hier. Ja. Dat is helemaal weggegaan door dat conflict. Zeker. Ja, dat is heel treurig. Ik heb wel eens gezegd dat ik heb van 63 tot 69 heb ik een instituut opgebouwd. En van 69 tot 78 is dat instituut weer mede met mijn hulp afgebroken. Dag pap, ik ga. En waar dacht meneer dan wel naartoe te gaan? Ik ga bij Jaapie wonen. Jij gaat helemaal niet bij Jaapie wonen? Jij blijft gewoon bij papa en mama thuis. Ja, maar papa, bij Jaapie hebben ze lekker kinkorm. Wat zeg je, vet? Bij Jaapie hebben ze kinkorm. Had dat dan meteen gezegd, knul? Dan ga ik toch mee naar Jaapie. Zeg, is het eigenlijk ver naar Jaapie? Want papa heeft zijn sloffen nog aan. Nee. Een fatsoenlijke man, die kan je heel moeilijk pakken. Want hij ziet er ergens uit. Hij heeft een air van een HAVO-hoofd ener school te Beesterswaag. Het is een hele moeilijke man gewoon om te tekenen. Want ik acht hem bij de fatsoenlijke, zo niet zeer fatsoenlijke politici. En daar zijn er eigenlijk maar een paar van. Nou, er zijn nogal wat moeilijke situaties geweest, ja. Maar minister van Buitenlandse Zaken is om die zo goed mogelijk op te vangen. Huh? Kan ik me voorstellen dat u uw ministerschap wat anders had voorgesteld? Nou, ik zeg niet dat er nou bepaald de rustigste tijd is. Bepaalde zaken werden natuurlijk altijd wel fors opgespeeld. Wist je van tevoren vandaag, zal ik aan het spit geregen worden? Ja, en in de PvdA-fractie was het een teken van gezonde progressiviteit als je eens een keer behoorlijk je kritisch over de minister van Buitenlandse Zaken uitliet. Vervulde Jan Nagel een uitgesproken rol in de actie anti-Van der Stoel, om het zo samen te vatten? Ach nee, als we elkaar tegenkwamen, schudden we elkaar warm de hand. Ik heb hem eigenlijk nooit zo hele serieuze tegenstander gezien. Maar u... Hij was luidruchtig soms in zijn oppositie. Maar daar bleef het dan ook eigenlijk bij. Toen hij eenmaal in het kabinet zat en dus de man van de Partij van de Arbeid op Buitenlandse Zaken was, had hij misschien toch wel, laten we zeggen, wat loyaliteit verdiend. En dat kreeg hij eigenlijk niet. Nou, loyaliteit, er zijn voor zover ik mij herinner nog wat politieke uitspraken geweest, politieke stellingnamen op congressen, gewoon wat de partij vond. En dan kun je het ook omdraaien als een partij iets vindt, moet dan niet de minister zorgen dat hij dat bijbeent. Eigenlijk heb ik heel direct aan het begin van de rit heb ik één besluit genomen. Ik doe wat ik vind dat ik zelf verantwoord acht en de rest doe ik niet. Het was niet zo dat ik uit de plunjezak het hele wensenlijstje van Nieuw Links tevoorschijn haalde als ik met buitenlandse collega's sprak. Heeft u dat ooit openlijk uitgevochten? Ik dacht dat ik in mijn presentaties, in,
in de Kamer, maar ook in ontmoeting met partijbestuur duidelijk heb gesteld waar ik stond, hoe ver ik bereid was te gaan en wat ik niet bereid was te doen. Ik heb ook mijnerzijds nog een enkele vraag te beantwoorden. Ook mijnerzijds mij aansluitend bij de oproep om niet om te zien of rond te zien in wrok. Bij hele persoonlijke dingetjes, vindt u dat het gevoel voor humor heeft? Ik zou niet zeggen dat de heer Van der Stoel het gevoel van humor het eerste opvalt wanneer men hem kent. Hij heeft wel gevoel van humor, maar meer, laat ik zeggen, de passieve sfeer. In de eerste plaats de kwestie die mevrouw Veendaal aan de orde heeft gesteld. Namelijk of er naast materiële factoren ook ideële overwegingen spelen in het buitenlands beleid. Ja, uiteraard. Een uitermate fatsoenlijke man. En dat is een groot compliment. En dat meen ik ook als zodanig. In de politiek is dat niet zo veel verbreid als wel gewenst waren. En ten tweede, hij is een vaderlander. Daar bedoel ik mee dat hij de belangen van het land voorop zal stellen vergeleken bij enge partijbelangen. Nou, vreselijk ruw. Vooral de toppen. Rond de nagels en wat dan ook. Oeh, griezelig gewoon. Nou, ik betwijfel als ik een ander afwasmiddel gebruik of het helpen zal. Een onpartijdig onderzoekbureau gaf mevrouw Wiltenburg een fles Lux met dermaline mee naar huis. Ik had het altijd ontzettend velderig, schuurpapier zeg maar het is over. Het is weg. Paarden in het Amsterdamse Vondelpark. Hier bereden door zo uit de oudheid opgedoken Amazonen, die daarmee hun onafhankelijkheid willen bewijzen in een door mannen geregeerde maatschappij. We zijn op het Vrouwenfestival. De 10.000 bezoekers hoorden op een van de podia onder meer de damesrockband Gerania. Refrein van deze song, dit is mijn leven, ik geef het terug. Geef mij een nieuw en ik doe het over. Dit is mijn leven, ik geef het terug. Geef mij een nieuw, ik doe het over, over, over. Applaus was er ook voor het cabaret, dat verontwaardiging uitte over de manier waarop de mannenmaatschappij reageert op diverse problemen waarmee vrouwen geconfronteerd worden. Verkrachting! Er werd ook over allerlei zaken die vrouwen aangaan uitvoerig informatie verstrekt. Behalve de kamermuziekgroep Het Uitstrijkje trad in het Vondelpark ook dit tweetal op onder de naam The Shit Sisters. Wij voelden ons toch steeds minder at home in de wereld waarin we leefden. En op een gegeven moment kregen die separatistische idealen ook wel vorm in de wens om naar een eiland te gaan met vrouwen en om de wereld daar opnieuw uit te gaan vinden. Ik geloof dat het onmogelijk toch eigenlijk was dat je op geen enkele manier je mocht committeren met mannen. Hè? Nou, het betekende dus, bijvoorbeeld, ik had toen toch, ik geloof toch nog wel een echtgenoot. Jazeker, ik had nog een echtgenoot. Ik had een zoontje. Ik werkte bij een professor aan de universiteit. En ik had nogal wat mannelijke studenten onder mijn gehoor. Nou ja, als je het dus echt serieus nam, dan kon je dus helemaal niet meer bestaan. Ik bedoel, ik herinner me nog wel dat wij zeiden, ik kan geen sperzieboon meer eten. Bij wijze van spreken, want er is altijd wel ergens onderweg een man aan te pas gekomen. En waren jullie nog in staat om naar andere standpunten te luisteren? Wat een tendentieuze vraag, zeg. Nee, nauwelijks. Nou, ik denk, wij ontwikkelden een soort socratische manier van discussiëren. Namelijk een soort borende vraagvorm. Wij stelden altijd vragen. En dan gingen we zitten wachten wat het antwoord was. En dan, nou, dan pakten we de mensen daarop. Hè? We hadden dus met de mensen waar ik dan in MVM bij behoorde, of zelfs Dolomine-achtige, of weet ik wat, hadden we natuurlijk wel veel discussie. Want dan kon je dus over prioriteiten van mening verschillen. Of je kon zeggen, is nou de economische afhankelijkheid van vrouwen erger dan die seksuele afhankelijkheid? Daar kon je over discussiëren. Is het socialisme belangrijker dan het feminisme? Nog eens zo'n heel erg, hè? Is het nu werkelijk zo dat
dat in de politiek alles persoonlijk is en omgekeerd. Nou, daar konden we over praten. U bent een van de oprichters van Opzij. Waarom hebben jullie dat bedacht? Omdat we dachten dat er plaats zou zijn op dit moment voor een blad wat nou eens vanuit onze kant geschreven was. Omdat we het idee hebben dat er een heleboel mensen moeten zijn die wel in de gaten hebben dat er iets met de man-vrouw verhouding niet klopt. Of zich een beetje ongelukkig voelen of een beetje gefrustreerd. Maar nog net niet genoeg om daarbij lid te worden van een club. Hè? Want dat is een hele stap. Nou ja, we vonden Opzij, dat vind ik nu eigenlijk wel enorm gedateerd. Maar dat vonden we wel grappig om weer te lezen. Opzij was volgens ons alleen maar uit op geld. Die wilde, nou ja, Germ. Die wilde alleen maar winst maken, want dat was een mooi uitgevoerd glossy magazine. Hè? Hoe zijn jullie aan dit naampje gekomen, Opzij? Ja, dat is heel geestig eigenlijk. We hadden eerst het idee om het zijkant te noemen. Hè, zo'n beetje van af de kant van de vrouw bekeken. En onze vormgever, Ad Werner, die zei, jullie moeten het Opzij noemen. Dat heeft iets van, wel van Opzij, vanaf die kant bekeken, maar tegelijkertijd iets van, en nu wij. En dat vonden wij een prima idee. Dus je ziet dat wij, of ideeën nou van mannen of vrouwen komen, we staan er altijd voor open. Want ik vind dat ook een veel betere naam dan Zijkant, wat toch iets heel relativerends heeft natuurlijk. Het eerste nummer verscheen in 72, geloof ik. En toen er een paar nummers verschenen waren, hebben we daar een analyse van gemaakt. Van Opzij als onderneming. En een van de mensen die we daar erg aanvielen was Hanneke van Buren. Die propageerde het getrouwd zijn en evengoed lesbisch. Die had het gevoel dat als je getrouwd was en ook lesbisch, dan was je de ware revolutionair. Want dan ging je in tegen de hokjesgeest. Hè? En de hokjesgeest was volgens haar het probleem. En we hebben dat op schaamteloze wijze belachelijk gemaakt. Maar we discussieerden ook heel serieus. Dat deden we in nummer 2 van Paarse September. Het niveau van de illustraties, zoals je ziet, is zeer bedroevend. We hebben een jaar of 2 als Paarse September bestaan. We schreven 6 nummers vol van dat blad wat wij maakten, Paarse September. Dat werd gestenseld op het onverprezen Instituut voor Neerlandistiek in de avonduren. En dat legden we dan neer bij progressieve boekwinkels en het vloog weg. Hoeveel exemplaren ongeveer? Nou, 500 of zo per nummer, hè. Maar goed, dat had toch wel heel veel invloed. Ja, ik hou je meteen. Nee, daar ben ik niet meteen. En draai hem even mee de auto weer. Ja? Als laatste uit? Of dat nee, want ik was al eerder uitgegaan, omdat er natuurlijk nog andere paviljoens waren met personeel. Dus we wisten helemaal niet wat er zou gebeuren met die mensen die meegenomen zouden worden, het personeel. Dus ik wou op het terrein blijven om gewoon leiding te geven. Gaat alles goed? Ja, lekkertje? En liefie? Je bent een schatje hoor. Ja, je bent een liefie. Jezus, die hond die doet zwaaien naar. Dat is voor elkaar gekomen. De bus reed toen vervolgens weg. Bij de bus heb ik de verstandelijke gehandicapten overgenomen ten formele van de inspecteur. En zijn we toen naar Eindhoven gereden, waar de bewoners werden geïnstalleerd. Ik was ontgoocheld. En ik had toen na de ontruiming van Lorenz echt het gevoel van, nou ja, laten we zeggen, als de mainstream in de Nederlandse cultuur zo ver wil gaan, dan kun je dit wel vergeten. Komt er ooit een nieuw Dennendal?
Nou, volgens mij is er dringend behoefte aan iets als Nieuw Dennendal in het geheel van de gezondheidszorg. Ik heb me nooit voor mogelijk gehouden dat dat, zeker niet onder een links kabinet zoals we nu hebben, niet mogelijk zou zijn. Ik heb nooit voor mogelijk gehouden dat ze iets wat bestaat en wat bezig is uit te groeien en wat zijn waarde heeft bewezen, dat men dat met de grond gelijk zou maken op de manier die vandaag gedemonstreerd wordt. En ik blijf er dus bij dat de vaccinegezorg en de hele geestelijke gezondheidszorg iets als Nieuw Dennendal nodig heeft. Ik kan niet zeggen dat die bewoners tekenen van extreme verwaarlozing vertonen. Dat was niet het geval. Ze waren tekortgekomen. Dat is nou echt brutaal. Je zet dus die vaccinigen die bij hem kwamen, die kwamen uit Lorenz, hè? Paviljoen Lorenz. Ja, ja. Ja. Dat is belegerd geweest door de politie. Dat zat vol met mensen uit het hele land die daar probeerden om het... zeg maar het wegsjouwen van die zwakzinnigen tegen te gaan. Die werden dus door de politie uit dat paviljoen gesleurd. Die werden dus door hun volstrekt vreemde mensen in bussen gezet. En werden daar vervolgens door Van Borsum-Waalkens opgevangen in een totaal andere omgeving. En dan zegt deze brave borst van, nou, valt me tegen. Drie dagen later gooide Muller en zijn medestanders de handdoek in de ring en hielden op. Daarmee? Met werken en met aanwezig zijn. Ze namen massaal ontslag en verdwenen. Van de ene dag op de andere. Heeft u zich destijds nooit afgevraagd van, voer ik dit conflict niet over de rug van mijn pupillen uit? Nee, dat heb ik niet afgevraagd. Of niet afgevraagd, dat was voor mij evident dat het niet het geval was. Want ik ben dan dus natuurlijk de meest naar voren geschoven persoon, maar... Juist in die tijd hadden wij dus het hele personeel van Dennendal ontzettend contact met elkaar. Dus je wist van elkaar, je wist ook van elkaars draagkracht en je hoorde alle verhalen van hoe het met de pupillen was. En er was natuurlijk ook een hele grote extra inzet om compensatie te geven voor eventuele onrust die er mocht zijn. We hadden Jantje de Boer vergeten. Jantje de Boer, 9 jaar de superkampioen vlekkenmaker. Speciaal voor Jantje de Boer en zijn 3 miljoen vriendjes hebben we de waskracht van Fluoriel vergroot, zonder bleekmiddel te gebruiken. Het zal Jantje de Boer niet wezen. Ja, maar mam, ik moest weer zijn katje uit de boom halen. Minister Van der Stoel heeft zich hier in Rotterdam geschaard in de rij van bewindslieden die zich verzetten tegen de tekst van de conceptresolutie van de partijbesturen van PvdA en PPR. Ik heb ook geregistreerd dat... min of meer geclausuleerd, min of meer duidelijk, maar toch zowel van Aantjes, Andries en ook van Acht. De meest traumatische dag uit de jaren 70 zal voor veel sociaaldemocraten 25 oktober 1977 zijn geweest. Op die dag blokkeerde de partijraad van de PvdA het tweede kabinet Den Uyl. 10 zetels winst bij de verkiezingen en 5 maanden formeren waren voor niets geweest. De botsing op de partijraad ging over de zetelverdeling in het kabinet. Hoe onderhandelaar Ed van Tijn ook soebatte, 8 socialistische ministers mochten er beslist geen 7 worden. Het gevolg was dat de PvdA voor 12 jaar verdween in de wildernis van de oppositie. Was uw positie toen ook in discussie? Nee, dat is eigenlijk... wat men misschien ook aan tandenknechts in de fractie bestond, heeft er niet geleid tot enige georganiseerde actie om dat te verhinderen. Laat ik even met de indiener van de roemruchte motie die uiteindelijk is aangenomen, Piet Rekman. Meneer Rekman, waarom die motie? Die motie bedoelde... U staat bekend als een van degenen die, samen met Piet Rekman, in wezen het tweede kabinet Den Uyl voorkomen hebben. Is dat een juist beeld? Het is een verkeerd beeld om te denken dat de invloed van Rekman en anderen, waaronder ik zelf, zo groot is geweest. Wat er aan de hand was 2 dingen. De Partij van de Arbeid had gekozen voor een meerderheidsstrategie. Had voor de verkiezingen gezegd, we gaan regeren als wij de grootste worden. Door uw optreden in die partijraad, samen met anderen, hebt u in feite wel verhinderd dat er een tweede kabinet Den Uyl kwam, hè? Ja, inderdaad. Ja. Dat wordt u natuurlijk niet in dank afgenomen. Ja, maar zo mag je niet formuleren. Als je zegt de Partij van de Arbeid wilde graag regeren. Die partijraad was de Partij van de Arbeid op dat moment. De partij zei juist met 53 tegen 35 stemmen. Wij willen op deze basis, gezien dit akkoord, niet met het CDA regeren.
Op een gegeven moment is toen die befaamde partijraad geweest, waarin dus eigenlijk het onderhandelingsresultaat werd afgekeurd. Als je het nu leest wat er toen uit de bus kwam qua samenstelling van het kabinet, is dat een droom die de huidige PvdA eenvoudig niet zou kunnen denken te verwezenlijken. In wezen is het belangrijkste punt geweest dat de Partij van de Arbeid, behalve die meerderheidsstrategie, ook een aantal namen van de conventionele vetode. Ja. Kruizinga mocht niet samen met Andriessen in een kabinet. Van Acht mocht niet op justitie. En dat soort dingen wekte verschrikkelijk veel irritaties bij het CDA. En is dat nou niet achteraf geweest een tactische blunder van de eerste orde? Ja, maar dat was, als je het achteraf beziet wel. Maar er waren ook mensen die oprecht meenden dat als er zo weinig gerealiseerd werd van de verkiezingsoverwinning, dat je dan of beter in de oppositie kon gaan of kon proberen een linksminderheidskabinet te maken. Dat was toen de tijd toch ook wel een optie die bij een aantal mensen sterk leefde. Toen heb ik gezegd dat, daarna geschreven, dat hij echt nu zijn volle gewicht in de schaal moest leggen om dit resultaat er door te krijgen. Op de partijraad vond ik persoonlijk, met alle grote waardering en bewondering die ik in vele opzichten voor hem had, dat hij toch te veel nog verontschuldigend op zat. Ja, mensen, er zat niet meer in. Terwijl het natuurlijk eigenlijk een fantastisch resultaat was. En de internationale zal morgen heersen op aard. En hij is natuurlijk een beetje de geschiedenis ingegaan, toch als een zeer krachtig politiek leider, een bijzonder gehalte. Toch als je nou terugkijkt op zijn rol, met name binnen de Partij van de Arbeid, is die eigenlijk niet zo heldhaftig geweest? Nou, ik geloof dat je een onderscheid moet maken. Ik denk dat hij in de jaren, met name tussen 67 en 73, onvoorstelbaar veel heeft gepresteerd om te voorkomen dat de PvdA volslagen tot een ultra-radicaal links groepje mensen zou vervallen. Hij heeft toch in die jaren de partij waarschijnlijk gered. Er was dus heel duidelijk de sfeer van we doen onze eigen zaken. Ja, ik denk dat er morgen nog wel een flink partijtje gebokst gaat worden over de resolutie. Hè. Dat zit er compleet in. Maar hij is wel, denk ik, langzamerhand moe geraakt door die eindeloze gevechten. De nachtelen van onderhandelingen enzovoort. Ja. Na de beëdiging van het nieuwe kabinet door de koningin verschenen de 16 ministers met Hare Majesteit voor de camera's. Maar deze groepsfoto zal wel niet meer meedingen naar de zilveren camera. Minister-president Van Acht neemt algemene zaken voor zijn rekening en vicepremier Wiegel binnenlandse zaken. Precies 9 maanden na de val van het kabinet Den Uyl gaat nu in Nederland aan het werk het kabinet Van Acht. Mijn gelukwensen en veel sterkte en wijsheid gewenst. Dankjewel, Max. En Max, jouw hart, ganse harte, heel veel dank voor alles wat je de afgelopen jaren hebt gedaan. Met zoveel inzet, met zoveel toewijding, met zoveel doorzettingsvermogen voor Nederland. En wat ik aan toe wil voegen, ook met zoveel menselijkheid en met zoveel begrip voor wat mensen nodig hebben. In die periode was de spanning ontzettend hoog opgelopen rond de Grote Keizer. Dus het gemeentebestuur ook in een defensief geraakt. Ze deden ook allerlei toezeggingen aan de krakers. Maar tegelijkertijd werden die eerste maanden van 80 heel veel kraakpanden meteen ontruimd als ze gekraakt werden. Dus wij hadden het gevoel van, hé, er is iets veranderd. We kunnen niet meer alles kraken. Ze willen het blijkbaar gaan verhinderen dat de kraakbeweging nog verder groeit. Nou, één van die panden waarbij dat gebeurde was een herenhuis aan de Vondelstraat. En daarvan zeiden we toen, en we, dat waren eigenlijk mensen die toen vooral rond de Grote Keizer actief waren, van nou, we moeten maar eens een keer terugkraken, hè, want we pikken dat niet. Het was bekend bij de politie dat we dat gingen doen, dat hadden we door, want overal reden busjes van de mobiele eenheid.
Die busjes reden ons net voor. Toen ontwikkelde zich daar net die slag met die ME'ers, waarbij ze verjaagd zijn. Die waren gewoon met te weinig, zeg maar, en totaal overvallen en gedesoriënteerd. En ja, net zo spontaan begonnen toen mensen die straten open te breken. Of stoepen, want de straat is asfalt. En toen ontstond ook dat geluid, wat zo in mijn herinnering nog steeds heel bepalend is voor het weekend. Van dat getik van die klinkers die op andere klinkers gegooid werden. Het pand op de hoek van de Vondelstraat en de Eerste Constantin Huygensstraat is door ons gekraakt om er te wonen. De barricades zijn door ons opgeworpen om ons ter verdediging tegen illegale aanvallen van de politie. Het begon op vrijdagmiddag met een nederlaag van de politie. En dat heeft natuurlijk nogal indruk gemaakt, ook bij de politie zelf. En toen die barricades daar eenmaal lagen en daar een hele hoop mensen met stenen achter lagen en wie weet wat er nog meer achter lag, maar dat wisten wij natuurlijk ook niet allemaal precies, maar er waren wel geruchten over. Toen kon je daar ook niet eenvoudig wat mensen met, wat politiemensen met wat rieten schilden op afsturen om die zaak weg te halen. En wat was toen de overheersende emotie? Woede, verbijstering, angst? Wat was het eigenlijk? Nou, tijdens dat, terwijl die ermee was, maar dat was, ik weet niet, 10 minuten, een kwartiertje, dat was natuurlijk eigenlijk maar heel kort, was natuurlijk ontzettend veel angst, in ieder geval bij mij. En verbijstering over wat je voor je ziet gebeuren. Toen die ermee weg was, was een, ik denk wel dat het toen even een sfeer van een soort euforie was. De directe omgeving van de Vondelstraat, midden in de nacht. Binnen de afzetting. Sympathisanten van de krakers en andere belangstellenden stoken een vuurtje om hun handen warm te houden. En intussen worden de opgerichte barricaden nog verder versterkt. Muren worden volgeschilderd met leuzen. En vooral de agenten van de mobiele eenheid worden daar afgebeeld. En in het bijzonder als boosdoeners. Burgemeester Polak zei ons vanavond dat een grootscheeps ingrijpen van de politie bij het kraakpand kan worden voorkomen als de krakers alsnog tot overleg bereid zouden zijn. Maar de kans daarop is slechts klein. Lars Andersson sprak met burgemeester Polak. We hebben te maken met een situatie waar 400 à 600 zeer gemotiveerde krakers weerstand bieden, bewapend met ijzeren staven, kettingen. Ze hebben straten, hele essentiële straten in de stad, gebarricadeerd. In die periode is dus alle mogelijke moeite gedaan om met de demonstranten, krakers, wat het dan ook waren, tot overeenstemming te komen dat ze vrijwillig die barricade zouden weghalen. En toen dat niet gebeurde, en toen het in ieder geval volstrekt onduidelijk was of het zou gebeuren, toen was er dus geen keuze. Hadden we hier op het Singel een kraakpand, hadden we een soort informatiecentrum. Zeg maar een soort actietelefooncentrale die allerlei dingen aan elkaar sloot, mensen informeerde, mobiliseerde, opliep. Daar was ik het meest actief. Ik was die nacht daar ook. Toen hoorden we al via de politieradio's dat overal verzameld werd en dit en dat. Heel gek, want er was eigenlijk een compromis gesloten al, dat Polak dat doorzet. Dat was helemaal buiten onze verwachting om, dat er toen toch nog die ME'ers zich allemaal aan het verzamelen waren. Ik heb geen enkele twijfel gehad en zelfs geen enkele aarzeling gehad. Omdat je als burgemeester toch onmogelijk kan toestaan dat mensen voor welk doel dan ook, en
de straten barricaderen en daar het hele verkeer, en maar ook het hele maatschappelijk leven ontrichten. En dat blijven doen. Waarschuwing van de burgemeester van Amsterdam. Wat dat betreft is er geen enkele aarzeling geweest over de vraag, moet dat opgeruimd worden? De vraag was alleen met welke middelen dat kon. En wij hebben dus toen daar gepantserde voertuigen voor moeten inzetten die ten onrechte voor tanks versleten werden. Maar dat blijft nou eenmaal zo. Ze waren ongewapend, ze waren echt. Maar het rare was, op zaterdagochtend werd die beslissing genomen. Dat is de enige mogelijkheid weg te halen. En nou, de politie had die tanks niet in voorraad. En die moesten, panzervoertuigen moesten uit Drenthe komen. Die konden pas op maandagochtend vroeg er zijn. Toen kwam op een gegeven moment het sein, of toen hoorden we mensen in de rivierenbuurt die belden ons op en die zeiden van nou, ze rijden nou over de Rijnstraat de tanks. Toen zijn wij op de fiets gesprongen en door het Vondelpark naar de Vondelburg ben ik gegaan. En ik stond daar, ik weet nog dat ik dacht, we moeten iets hebben om ons mee te verdedigen of wat dan ook. Dat ik nog eens geprobeerd heb een boom of een struik uit dat Vondelpark te rukken, want om iets te hebben. Maar dat lukt natuurlijk helemaal niet, dus ik denk dat ik niks in mijn handen had. Niks op mijn hoofd of zo. En dat ik daar aankom lopen en ik zie daar een hele rij tanks staan, links van mij, in de Van Baarlestraat. En ik was meer verdrietig en kwaad dan agressief of zo. Ik was werkelijk. Ik dacht, dit kan in Nederland. Ik dacht, Polak zal morgen wel afgezet worden als burgemeester. Want die doet het blijkbaar op eigen houtje. En dat in Nederland tanks ingezet worden tegen mensen die huizen zoeken. In Holland staat een huis. Maar in het huis, daar is geen school. Wie zei dat hier geen school was? Hey. En Holland wordt een schoolland, ja, van je hoppiger, hoppiger, hop. Hop, Hollanders gaan over op hoppiger pils. Is iedereen lekker hoppen? Yeah. In Holland staat een huis. Als ik naar mezelf kijk, denk ik van ja, ik zou dat nog ontzettend moeilijk vinden om nu naar het terrein van Dennenland te gaan en daar pupillen van vroeger te zien. Alleen de gedachte al, dat roept zoveel verdriet op in de zin van verlies van het contact met hun. Ook toen ze op een gegeven moment allemaal tegelijkertijd verdwenen, zoals ik eerder vertelde, toen was dus hun oog veel meer gericht op het conflict en wat er nodig was om dat conflict verder te behappen dan de zorg voor de pupillen. Want verwijtbaar blijft natuurlijk dat men van de ene dag op de andere alle pupillen waar men zo aan gehecht was in de steek laat. Ik had voor geen goud, had ik dus als ik groepsleider van Lorenz was geweest naar Eindhoven willen gaan om daar mijn eigen jongens daar in een soort gevangenschap, hè, want zo beleefden we dat toen, daar aan te treffen. En dat was van de andere kant ook zo. Ik bedoel, de mensen van Dennendal werd afgeschilderd als onverantwoordelijk gaaiers die dus
maar van alles deden en verder dus hash rookte. Karel Muller had een aantal goede ideeën over de zwakzinnige zorg opgedaan. En hij was bereid om die in dat oude Dennendal toe te gaan passen en om daar iets van te maken. Hij was erg jong, had geen beleidservaring, hij was niet tacticus in de omgang met besturen en colleges enzovoort. Ik denk dat de man veel te jong tot directeur benoemd is, veel te grote verantwoordelijkheid had die hij op dat moment nog niet kon dragen. Hij had eerst nog eigenlijk weer een jaar of 15 moeten oefenen. Ik denk dat het conflict ook met hem op de loop gegaan is. Hij werd op een gegeven moment ook overmeesterd door het conflict. En het conflict was met hem ook op de loop. Het hield hem aan de gang. Hij kon niet meer terug bij zijn achterban en zeggen, ik heb een compromis gesloten of ik wil dit. Dan zei hij, ach, nee Karel, dat kan niet. Ups, oké. De barricade op. Van Borsum Waalkes gebruikte het beeld van de draaikolk. Dat alle betrokkenen terecht waren gekomen in een soort beide partijen in een draaikolk. En in een draaikolk zie je niet meer zo scherp wat er nou precies gaat. Nee, maar wat er dan gebeurt is dat Van Borsum Waalkes vertelt aan jullie hoe hij dat zelf gevoeld zou hebben als hij daarin had gezeten. En daarom is hij zijn hele leven lang, heeft hij zich uit dat soort situaties gehouden. En dan word je hoofdinspecteur van de geestelijke volksgezondheid. Maar wij hadden helemaal natuurlijk niet het gevoel dat we in een draaikolk zaten. We hadden ons werk, we hadden onze pupillen, we hadden elkaar en we wisten waar we mee bezig waren. Dus ik had een volstrekt helder overzicht over het geheel. En je kreeg ongelooflijk veel informatie binnen van uit Nederland, uit de politiek, hoe iedereen erover dacht, uit andere inrichtingen. Dus dat was helemaal geen draaikolk. Dat is het gevoel van Van Borsum. Ik heb mijzelf nooit als een absolute tegenstander van Karel Muller. Ik heb mijzelf, zover ben ik nooit gekomen. Ik ben een tegenstander van dit soort conflicten in de gezondheidszorg. Dat vernielt alles, maakt alles kapot. Die conflicten moeten zo lang niet duren als ze al moeten ontstaan. Naast mij stond Peter Lankhorst, die stond daar blijkbaar al, ik weet niet precies. Peter en die was op dat moment voor de PPR gemeenteraadslid. Hij kwam later in de Kamer, hij was op dat moment gemeenteraadslid voor de PPR en hij stond te huilen. En ik weet dat ik hem toch verrot gescholden heb. Wat ik gezegd heb weet ik niet, maar dat ik op een moment, dat jij dit laat gebeuren. En moet je nou zien die tanks en treed af als gemeenteraadslid of nou. Maar hij was al heel sneu, want hij had natuurlijk het beste geprobeerd ervan te redden die dagen. En het gemeente Polak ook tegen te houden. En hij had erin gefaald. En hij voorzag waarschijnlijk ook verschrikkelijke consequenties van zo'n gewelddadige ingreep. Helaas zie je dat voortdurend zelfs in internationale conflicten. Je moet een overmacht hebben. Je moet niet proberen om net even. Als je optreedt, moet je overmacht hebben. Dat moet je zeker weten dat je wint. Want die hele Vondelstraatrel is begonnen met het feit dat de politie ergens optrad met te weinig mensen. En daar toen met stenen en verwondingen teruggeslagen werd. Ik had toen al het beeld van dit is een ongelooflijk zwakke burgemeester. Al bij wijze van spreken voordat die Grote Keizer begon. Je wist in ieder geval niet wat hij deed en hij kwam slecht over. Anders dan wat je bijvoorbeeld later met Fontijn meemaakte. Waar je het dan misschien wel vaak wel niet mee eens kon zijn. Maar je had wel het gevoel van, dat is een burgemeester die weet wat hij wil. Nou, dat, met de Vondelstraat is daar voor mij een extreme uiting van. Dat hij op dat moment absoluut geen feeling had met wat er gebeurde. In de gemeenteraadsvergadering waarin het beleid besproken werd achteraf en dus ook de ontruiming besproken werd,
heeft de partij, is toen van de kant van de PSP een motie ingediend, een motie van afkeuring van het beleid van de burgemeester. Zoals te verwachten was. En van de weeromstuit diende D66 een motie in, een motie van goedkeuring. Wij konden er stoken. Hè? De fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid tegen Polak. Die stonden elkaar publiekelijk stonden ze elkaar af te maken. En de verwarring in de Partij van de Arbeid-fractie was zo groot dat ze nog voor de Ede uiteindelijk nog voor de andere motie gestemd hebben. En dan denkt iedereen, nou dat gaat goed, daar gaan we lekker mee door. Op het moment toen zijn hun rijen sloten, toen ging het veel moeilijker. Heel kort daarna ontstond er eigenlijk tamelijk veel begrip voor het beleid. En bij het publiek is dat onmiddellijk al geweest. Na die ontruiming, ja, een beetje gek om te zeggen, maar zei een van mijn medewerkers, je bent op het ogenblik een reuze populaire burgemeester bij de bevolking. Want die bevolking vindt dat eigenlijk allemaal niet zo leuk. Het gaat om rotzooi te trappen. Ga chaos te scheppen in onze stad. En dat gaat helemaal niet meer om woningen hoor. Want er zijn geen krakers. Beentje, belazer. Dat noemen ze zich een onderdeel. Nieuwe tijd. Waarom maken jullie er zo'n bende van? Omdat de politie ons anders in elkaar timmert. Wilt u soms dat wij in een woning gaan en de politie straft? Moeten wij zeggen, alsjeblieft. Ja, dat mogen wij doen. Moeten wij dan voor hun weglopen? Moeten wij dan voor hun bezwijken? Jullie mogen wel met staan. Wij hadden in 78 had je een toename van het aantal woningen van 1400. In 79 van minder dan 1600. En dat, dan komt het beleid van Scheven. In 79 jaar later was de bruto toename van de woningvoorraad weer 1600. Het volgende jaar 2230. Het volgende jaar 3700, het volgende jaar 6800 en 84 10.000. En ik denk dat Schaefer achteraf in zijn handen heeft mogen knijpen met die kraakbeweging. Want dat heeft hem de legitimatie, de argumenten verschaft in Den Haag om geld te krijgen voor die plannen die aan het maken was. Zonder kraakbeweging was dat nooit zo, was die stadsvernieuwing nooit op deze manier op gang gekomen begin jaren 80. Het viel me heel erg op toen ik ter voorbereiding op dit programma nog even mijn archief doorbladerde. Dat we heel erg bezig waren met macht. Hè? En met de afschaffing van alle machtsverhoudingen. En autonomie, persoonlijke verantwoordelijkheid en individuele aanspreekbaarheid. Hè? Elk mens was belangrijk en ieder was er voor zichzelf. En ieder moest leven voor zijn eigen wil. Met zijn eigen wil ontdekken. Haar eigen wil. Niemand kon iemand vertegenwoordigen. Dus dit hele systeem van parlementaire democratie, dat vonden we ook corrupt eigenlijk. Uit het feit dat ik staatssecretaris werd om te doen wat wij zo graag wilden, was voor een heleboel vrouwen een reden om mij meteen ten diepste te wantrouwen. Ik bedoel, als je daar plaats nam dat fluweel, nou, dan kon je het wel vergeten. Dan was je dus echt het grootste verraad. Goede vriendinnen van u? Nee. Maar wel, ik moet je zeggen, de mensen uit de man van maatschappij, waren natuurlijk meer mensen die toch vonden, dat was wat wij altijd gewild hadden. Dus dat was die vrouwen uit man van maatschappij, die zagen dat wel zitten. Die vonden dat goed, die dachten, dat is een regelrechte en terecht. Dat is natuurlijk gelijk. Een regelrechte toegang. Hè? Als je daar iemand hebt zitten uit onze beweging. Maar er was toen een vrouwenprogramma. En daar zaten natuurlijk vrouwen in die ik echt tot mijn vriendinnenkring rekende. Die toen eens een programmaatje over mij maakte. Een televisieprogramma. Ja, een televisieprogramma. Wat echt zo gruwelijk was. Ik zag het al. Toen weet je, van tegen mij, terwijl ik altijd zelf mijn tas droeg, zei: hé, die laat die chauffeur even die tas dragen. Dat is... En ik met mijn achterlijke hoofd deed dat ook nog. Zodat de teneur van dat hele programma was. Van kijk eens, daar komt een auto. Er kwam nou een auto, zo groot bestaan ze niet eens. Die was dus gefilmd. Van een soort limousine van hier tot Overschie aanrijden. En daar stapte mevrouw dus aan, die de tas gaf aan die man. Dus... Thank you.
Tony Bouwman. Hallo. Van de VARA. Nee, dank u wel. Ik ben meneer Van Kleven. Mag ik eens even wat vragen? Hoe is het nou met feminisme rond te rijden? Dat kan ik nu nog niet zeggen na 3 dagen. Te kort. Te kort? Ja? Ja. Maar het zal best lukken. Dat heb ik wel gezien. Ja. Jawel. Ja, ik te kijken, ook ikzelf. Dat ik niks anders kon opmaken dan dat deze mevrouw verloren was. En de vrouwenbeweging, dat was dan eigenlijk toch de boodschap, had misbruikt ter wille van haar eigen positieverbetering, haar eigen carrière. En dat gold dan niet alleen voor mij, maar dat gold dan voor iedereen die er een beetje bovenuit kwam. We zijn die fase wel voorbij, maar het was absoluut een element van de jaren 70 dat toch niet erg op prijs werd gesteld. Ik bedoel, ik heb de abortuswet behandeld in de Eerste Kamer. Dus ik weet wel het weerzinwekkende gescharrel wat er nu al 14 jaar lang rond die wet plaatsvindt. En dan kan je wel zeggen, ja, jij moet een nieuw wetsontwerp bedenken. Maar dat ligt helemaal niet op dit terrein. Nee, ik kan alleen maar zorgen dat ik er zoveel mogelijk bij betrokken ben, ja, en kan opletten. Dat is het enige wat ik doe. En dat is al een groot voordeel, ja, bij de positie die de vorige had. Nee, nou, dus ik, je moet niet zo somber doen. Ik ben niet somber. Ik zie alleen een verschil. Ik ken jou alleen maar uit de stukken die je geschreven hebt. En ik zie een groot verschil tussen de bewindsvrouwen Hedy Dancona, nou, en de activisten Hedy Dancona. Als je op die manier het interview wil doen, dan schrijf ik er echt niet uit. Dat vind ik zo ontzettend vervelend. Waarom? Nee, omdat er geen enkel verschil is. Omdat je je dan had moeten informeren over wat ik hier zit te doen. Over de wijze waarop ik bezig ben. Je hebt niet eens de stukken gelezen die ik hier had. Op de wijze waarop ik in de weer ben. Waarom word je nou zo kwaad? Ik word kwaad omdat ik dat onjuiste suggesties vind. Ik vind het inspelen. Ik kan toch gewoon kijken wat ik zie? Nee. Ik kan toch lezen wat je geschreven hebt? Ik kan toch horen wat je zegt? Er is nog niets wat ik geschreven heb waarvan ik op dit moment denk dat is waar, dat ik daarmee in strijd bezig ben. En alles wat ik heb opgeschreven, daar ben ik nu van 9:00 tot 12:00 mee in de weer. Maar je moet niet bij ieder woord wat ik zeg besluiten op grond van volstrekt. Ja, ik weet niet welke uitingen van jou of van mij. Nou, ik heb dus een stapeltje er is een groot opzij, verschil. Hè? Ik heb een stapeltje opzij. Dan moet je me, moet en je me kan dat zo lezen wat je allemaal. Maar laten we hier ruzie maken. Want jawel, ruzie. Ik wil daar graag je wil daar de politieke adrenaline die er toen überhaupt in stroom voorhanden was, die mis ik nog wel eens. Ook het optimisme waarmee je dacht de wereld te kunnen veranderen in 3 weken ongeveer. Hè? Dat kan je van nostalgie vervullen. Maar dat is niet meer. En het is maar goed ook. Als u nu terugkijkt, 1995, wat hebben die jaren opgeleverd? Ik denk voor de emancipatie natuurlijk de buitengewoon belangrijke dingen. De onderwijsachterstand van meisjes en vrouwen is nagenoeg ingelopen. De arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland neemt met sprongen toe. Het is gewoon dat vrouwen met kinderen werken. Wetgelijke behandeling, de legalisering van de abortus, de pil in het ziekenfondspakket. Ik bedoel, als je het nu over zelfbeschikking van vrouwen hebt, zijn dat natuurlijk zulke belangrijke zaken. Het seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes wat op de agenda is gekomen. De aandacht voor migrantenvrouwen en hun kinderen. Dat zijn allemaal zeer belangrijke verworvenheden. Ik ga een kinkhoornbroodje bakken. Ongebleekte tarwebloem, water, suiker, zout, gist en nou maar kneden. Want weet je wat er allemaal in zit? Eiwitten, mineraaltjes, calcium, nou ja, en nog heel veel vitamintjes. Nu moet het nog even hoog reizen. Dag pap, ik heb een brood gebakken. De stoet die trok langs de NRC Handelsblad en het Leidseplein, die groeide in de loop van de route aan tot enkele duizenden jongeren. Op het Museumplein werden de slogans geuit. Polak staat voor politiestaat, ME weg ermee, waarbij ME dan mobiele eenheid is. En toen kwam de inhuldiging. Ja. En ik meen dat er van tevoren al iets werd aangekondigd van de strekking geen woning, geen kroning. Kijk. Er zijn afschuwelijke. Het is een van de vervelendste dagen van bij de burgemeesterschap geweest. Eigenlijk veel erger dan de Vondelstraat. En wij waren op alles voorbereid. Want dat moest wel, want ik had. Er was dus een geweldig. De hele wereld keek naar Amsterdam, maar de hele wereld
kwam ook naar Amsterdam. Amsterdam, 30 april 1980. Een datum die in de geschiedenis van de stad en van ons land om overigens verschillende redenen zal worden opgetekend. Omstreeks 10 uur op die gedenkwaardige dag kwamen in de Mozeszaal van het Paleis op de Dam de leden van de koninklijke familie en alle ministers van het kabinet bijeen voor een korte, maar in het licht van de troonswisseling essentiële plechtigheid. Koningin Juliana zou hier haar op 31 januari aangekondigde aftreden bezegelen door het tekenen van de akte van abdicatie, hetgeen van haar dochter Beatrix op datzelfde moment de regerende vorstin zou maken. Ja, zo verschillend als de krakers waren, was ook de mening over of er iets met die kroning moest gebeuren. Er was een stroming of een groep die gewoon zei, nou, we moeten gewoon blijven kraken, verder niks doen. En anderen die zeiden van, ja, maar die kroning, dat is toch wel, ja, daar komt iedereen bij elkaar die ons dat voortdurend verder zo moeilijk maakt met die huizen en dit en dat. En nou, het staat symbool voor zus, er gaat allemaal geld heen, wat niet naar die woningen gaat, et cetera. Die dat zeg maar breder wilde trekken. Ja, gediscussieerd is de ene naam met één initiatief. Die zette bijvoorbeeld een grote tent neer in het Safati Park en die organiseerde een woningfeest. En anderen die riepen een vergadering bij elkaar om te zeggen, nou, we gaan die dag ontzettend veel kraken. En weer anderen die planden, meen ik, een bezetting van de Nieuwe Kerk. Het was voor het eerst dat het Hof had toegestaan dat een dergelijke plechtigheid via film en televisie in de openbaarheid kon worden gebracht. Waardoor miljoenen in Nederland en daarbuiten er kennis van konden nemen. Al zullen zij nimmer weten wat moeder en dochter op dit intieme moment met elkaar bespraken. Precies wat er leefde wisten we niet. Merkwaardigerwijs heb ik wel eens gezegd. Ik dacht dat we allemaal geheime diensten hadden en zo. Maar ze konden me geen van alle fatsoenlijk inlichten wat er echt gebeurde. Zodat wij tot op de dag zelf niet wisten waar de eigenlijke rellen zouden komen. Ik stel u hier Beatrix voor, uw nieuwe koningin. Volgens mij op dat moment werd er een groot pand gekraakt in de Kinkerbuurt, waar meteen met heel veel geweld op gereageerd werd. Dat was wel het moment volgens mij dat heel veel krakers die nog hadden gezegd, nou voor mij zegt die Kroningsdag verder niet zoveel. Ik ga gewoon kraken en verder zoeken ze dat maar uit met dat feest in de binnenstad, zeiden van, hé, hey, er is toch een demonstratie gepland vanmiddag. Hoe laat was dat ook alweer en waar moesten we dan verzamelen? Ik weet niet hoe laat het was, weet ik niet meer, maar het was in ieder geval bij de dokwerker. En ik zelf ook. Volgens mij wist ik 's ochtends nog niet wat ik 's middags zou gaan doen. Maar toen ik dat hoorde van die Kinkerstraat, dacht ik, ja, dit is toch van de gekke. Er staat aan de ene kant van de Jager Flennekade een ander deel aan de andere kant. En dan aan de andere kant weer van de politie te paard. Er staan ook krakers die de politie bekogelen met stenen. De politie gaat vervolgens op achter krakers aan, die daar achter krakers zijn de hele tijd, maar in feite zijn het woningzoekende actievoerders, mensen die in nood zitten, die gaan achter die mensen aan. Er worden auto's nu midden op straat gezet, zodat de ME er niet meer langs kan. In een portiek slaat een ME'er keihard op iemand in, die daar op een vrouw, die daar... Ik herinner me nog dat we dan vervolgens er ook in opliepen. Daar had de ME wel weer in de verte een linie gelegd. En dat ik daar een vriend tegenkwam. En dat ik hem om de nek vloog en dat ik zei van, het is gelukt, het feest is kapot. En dat ik daar, ik hoefde blijkbaar die dam ook niet echt te halen, maar dat we gewoon zo, ja, dat we toch die dag, zeg maar, dat feest van die, wat in die ogen, in onze ogen, dat met die elite was, al die mensen die al die verkeerde dingen met ons land wilden, dat we hun feestje, Wiegels feestje, dat we dat verstoord hadden. Prinses Juliana, veel later gesproken, maar echt zo achteraf, vele maanden later, die mij vertelde dat zij met haar kleinkinderen op een van de bovenste verdiepingen van 's middags, aan het eind van de middag, in het paleis stond en toen in de Damstraat gevechten kon zien. En dat had het kennelijk nogal aangegrepen. Het was ook niet zo leuk om dat allemaal te zien. Ik
Ik denk als Polak niet die tanks had ingezet op die maandagochtend op de Vondelstraat, dan had hij niet die enorme douw in die geweldsescalatie gegeven. Dan denk ik dat Koningsdag, ja, ik denk dat het dan een stuk rustiger was verlopen. Want nu was het, ja, of het wraak was of een reactie, maar er was daardoor zoveel woede toch bij mensen gekomen. Ook irrationele woede en ook vertrouwdheid met dat geweld, met al die gekke grote dingen. Ik denk als het toen anders afgelopen was, dat misschien die Koningsdag ook wel eens heel anders gelopen was. Ja. De koningin, dat nationaal symbool, dat is ook, dat wil er ook zijn. Dat werd op dat moment denk ik door heel veel verschillende groepen herkend als iets waar ze wilden laten weten dat ze dat verfoeiden. En dat waren kunstenaars, dat waren muzikanten, dat waren allerlei heel, uit heel verschillende hoek en krakers. Maar al die verschillende mensen kwamen op die dag bij elkaar met allemaal verschillende motieven. En de volgende dag waren ze er ook niet meer samen. Die zijn daarna ook nooit meer samen geweest. Het was één kort, heel heftig moment. Er is niet zo slecht voor de kraakbeweging geweest als die rellen bij de inhuldiging. Nederland is toch eigenlijk een tamelijk burgerlijk land. En men neemt dat niet zo erg. Kijk, een ludieke actie, een keer voor een goed doel, dat kan mij best begrijpen. Maar als dat blijft, als daar geweld bij te pas komt, als daar dreiging van mensenlevens bij te pas komt, dan is de sympathie vlug over. In 1981 mocht de PvdA nog even aan de macht ruiken in het kabinet van Agt den Uyl. Max van der Stoel keerde terug naar zijn oude ministerskamer, maar het geluk was van korte duur. Het kabinet rammelde aan alle kanten en viel al binnen een jaar. Voor van der Stoel was het allemaal zeer vreugdeloos. Het dieptepunt kwam toen hij in de ministerraad pleitte voor toelating van Spanje tot de NAVO. Het enige waar ik mee werd geconfronteerd was de mededeling van de overige PvdA-bewindslieden, die overigens niet met mij in discussie gingen over mijn argumenten, dat gezien het feit dat iets anders stond in het verkiezingsprogramma, dat zij voor wat betreft het besluit van toetreding van Spanje tot de NATO werden geacht te hebben tegengestemd. Door wie verwoord? Dat werd verwoord door Van Tijn. En ik moet zeggen dat voor mij dat het moment is geweest dat ik heb besloten om de politiek te verlaten en me niet meer kandidaat te stellen bij de volgende verkiezingen. Het simpele feit dat na uitvoerige argumentatie zelfs niet daarmee op werd ingegaan, dat alleen met verwijzing naar een verkiezingsprogramma een tegenstem werd uitgebracht. Dat daar is bij mij toen iets geknapt. Ik vond toen dat het niet meer mogelijk was om verder me nog kandidaat te stellen. U werkt nu bij Milieudefensie, u overlegt met de overheid, bent voor een gedeelte ook afhankelijk van de overheid, financieel. Het is een heel andere positie dan in de kraakbeweging. Ja, maar of ik mezelf nou zo anders voelde, weet ik niet. Ik ben een aantal dingen ben ik echt over het gebruik van geweld of ben ik anders gaan denken. Dat zou ik nooit meer op deze manier willen. Maar ik heb nu ook kantoortijd. Ik moet nu wel van 9 tot 5. Maar ik mag nog wel bij Milieudefensie, dat is wel relaxed. Maar ik zit nog steeds op mijn fiets met hetzelfde gevoel van, en nu is dat dan veel meer die Schiphol-directie of de lobby van Verkeer en Waterstaat, van dat is toch van de gekke wat hier gebeurt. Daar moeten we toch een keer een beetje proberen minder te maken. En dat gevoel hoe ik me zo hier in die stad beweeg, dat is bij mij niet zo fundamenteel veranderd. Ik ben veel geduldiger geworden. Ik vind heel geduldig. Ik bedoel, de jaren 70 waren een monument van ongeduld. Ik bedoel, iedereen die wou verandering en wel nu. En ik denk dat de backlash waar we in zitten, de desillusie van de jaren 70, iets heeft te maken met het inzicht dat het niet in 1, 2, 3 gaat. En dat veel mensen daarom maar opgegeven hebben. Ik bedoel, ik vind het eigenlijk heel dramatisch dat er eigenlijk toch
heel weinig over is gebleven van de jaren 70 idealen. Dat vind ik erg. Ja, ik zou bijna zeggen, het zou een verraad zijn aan die periode om daarnaar terug te verlangen. Want dat is een soort nostalgie die juist helemaal niet hoort bij dat soort veranderingsgezindheid. Ja, het was natuurlijk toch wel erg spannend en opwindend. Misschien is ook vechten om iets gedaan te krijgen. En af en toe een beetje beeld dat ook gaat lukken. Inspirerender dan te moeten zien dat je op een aantal punten inderdaad je zin gekregen hebt. Maar dat die leuke en betere en gelukkige wereld die je daarbij ook verzon, dat die nog niet is gearriveerd. Dat was een prachtige tijd. We hebben ons daar verschrikkelijk ingezet voor dingen die daar zeer de moeite waard waren. Het is op een zeer ernstig conflict uitgelopen met alle nadelen van dien. Maar allemachtig, het was wel de moeite waard. En ik vind het nog steeds de moeite waard om voor zulke dingen conflicten aan te gaan. Ik vind nu de democratie, tolerantie en geduld, dat vind ik de grootste deugden die er zijn. Ik ben bijna te denken aan de discussie over het toenemende drang om excuses te maken voor het verleden. Ik heb de neiging om te zeggen bygones, bygones. Spijt heb ik er in die zin niet van dat ik nog steeds meen dat de kern van de politieke standpunten die we innamen in die periode correct waren. Ik geloof dat ook een heleboel mensen die toen standpunten innamen waar ik het gloeiend mee oneens was, en mensen die mij het vuur na de schenen hebben gelegd, dat die tot andere inzichten zijn gekomen. Dan zeg ik, nou goed. Per saldo is de rippeling via de geschiedenis geweest. Ik heb het idee dat de beweging 60, om zo te zeggen, meer verandering teweeg gebracht heeft dan de beweging 70. Kijk, de veranderingen, die zitten veel dieper. Die zitten niet in zo'n beweging, dat is hooguit een weerspiegeling van veranderingen. Veranderingen zijn er als op een gegeven ogenblik in vergelijking met voor de oorlog. De huishouding veel meer geëlektrificeerd en geautomatiseerd. Al die huishoudelijke apparaten die er zijn, waardoor vrouwen in een heel andere positie zijn gekomen dan ze voor de oorlog waren. Dat hetzelfde geldt voor de auto. Al dit soort verschijnselen, dat is echt maatschappelijk relevant en verandert de maatschappij. En die dingen, die zijn maar rimpelingen in de geschiedenis ten opzichte van dit soort fundamentele verschijnselen. U heeft het oud-burgemeester Polak horen zeggen. De confrontaties van de jaren 70 zijn niet veel meer geweest dan rimpeling in de geschiedenis. Vele waai, weinig duurzame invloed. Bent u het daarmee eens, meneer Schreuders? Ja, hoe duurzaam de invloed is, dat kun je natuurlijk niet beoordelen. Maar ik denk wel dat de jaren 70 enorme invloed hebben gehad. En wat is die invloed dan geweest? Nou ja, er zijn een aantal voorbeelden genoemd, hè, op het gebied van de emancipatie. Als ik denk aan mijn eigen vakgebied, de journalistiek, en ik vergelijk de serviele, parochiale pers van het begin van de jaren 60 met de onthullingsjournalistiek en de kritische journalistiek die in de jaren 70 opkwam. Als ik denk aan een kleinigheid als artikel 1 van de grondwet, antidiscriminatiebeginsel. We realiseren ons helemaal niet eens meer dat bijvoorbeeld in het jaar 69 het COC nog koninklijke goedkeuring van de statuten werd onthouden door de regering. Met de mededeling in de Tweede Kamer afgelegd door de minister van Justitie dat het COC niet bevorderlijk was voor de huwelijkstrouw. Dus het COC dat mocht helemaal niet eens bestaan. Meneer Boekstein, u denkt daar vast anders over. U heeft vast een ander idee van wat de blijvende invloed van de jaren 70 kan zijn geweest. Nou, in zoverre ben ik het eens met de heer Schreuders.
dat bepaalde aspecten van de jaren 60 en 70 vandaag de dag nog merkbaar zijn. Hij geeft het voorbeeld, en dat gaf Hedy Dancona in de film, van de deelname aan de arbeidsmarkt door vrouwen. Die is inderdaad veel hoger nu dan toen, en ik vind dat een positief verschijnsel. Er staan negatieve verschijnselen tegenover. Wat niet ter sprake is gekomen, dat is bijvoorbeeld de sociale zekerheid. Wij zijn door de ontwikkelingen van die jaren terechtgekomen in een parket dat ons buitengewoon veel schulden heeft opgeleverd. Met die schulden moeten wij nog steeds leven. Als je kijkt naar de instellingen van de politiek, dan heb ik de neiging om te zeggen dat er weinig over is van datgene wat in de jaren 60 de idealen waren. Want min of meer functioneert de politiek nu zoals die vroeger ook functioneerde. Dus het hangt een beetje af van welke sector, welk aspect van de samenleving je kijkt. Ik ben geneigd te denken dat waar het de persoonlijke verhoudingen betreft, dat daar de invloed het duidelijkste is. Het generatieconflict en de versoepeling, de meer ontspannen houding tussen personen die je vandaag over de hele samenleving merkt, dat een duurzaam aspect is. Maar het totaal overtrokken polarisatie, politisering, ook de kijk op de buitenlandse politiek, de hele gedachte dat het winstmotief in het economisch bestaan, dat eigenlijk onfatsoenlijk was, dat is allemaal verdwenen. Was het niet zo dat u ooit in de politiek in Nederland bent gegaan om het gedachtegoed van de jaren 70 te bestrijden? Ten dele is dat inderdaad het geval. En in het bijzonder nam dat dan de vorm aan van het kabinet Den Uyl. Omdat ik van mening was, en ik concentreerde mij toen op buitenlandse politiek en economische politiek. Mijn mening was toen, en is dat nog steeds, dat de politiek van dat kabinet een totaal verkeerde was. Max van der Stoel heeft daar in de film veel over gezegd wat betreft de buitenlandse politiek. Wat betreft ontwikkelingshulp vond ik dat de heer Pronk, dat het beleid van de heer Pronk niets te maken had met de werkelijkheid. En zoals ik zeg, de sociale politiek leidde aan een stel waandenkbeelden die ons buitengewoon duur zijn komen te staan. Meneer Schreuders, kenmerkend voor de jaren 70 was het polarisatiemodel, het uitvechten van conflicten. Moeten we nou blij zijn dat we daarvan af zijn? Ja, weet je wat mij opviel bij het kijken naar deze documentaire, was dat het weliswaar een heftige polarisatie was, maar toch eigenlijk ook een polarisatie binnen een consensus. want we hebben dus eigenlijk alleen maar woordvoerders ter linkerzijde gezien. Ik heb geen VVD, geen CDA. Het was natuurlijk ook het zout in de pap, hè, wat zich roerde in die jaren. Maar goed, het was Wijnand Duivendak, oud-kraker, die zegt, ja, we waren blij dat we het feestje van Wiegel en de zijde natuurlijk, het was, maar het was dus een polarisatie binnen een algemene overeenstemming of eerlijke verdeling, meer participatie, emancipatie. En daarbinnen deed zich dan die polarisatie voor, maar dat was toch volgens mij in de eerste plaats een manier om mensen te betrekken bij wat er aan de hand was, voor die besluitvorming, om dingen op straat te krijgen, duidelijk te krijgen. Het was een vorm van het bevorderen van de politieke deelname. Hè. Er wordt nu zo geklaagd over gebrek aan politieke belangstelling en zo. Maar die polarisatie was een vorm van politiek engagement. En in die zin was het enorm bevrijdend in die periode, enorm inspirerend en hoopvol. Maar het leidde ook tot enorme ontgoocheling. Zeker. Daar moeten we misschien nog wel wat over doorpraten. Er zijn ook enorme teleurstellingen geweest, op verschillende manieren, denk ik. Teleurstellend is natuurlijk geweest dat radicalisme en je ontzettend inzetten voor vernieuwingen en veranderingen, dat het op zichzelf ook weer kan betekenen dat je in hiërarchieën en onderdrukkende toestanden, waar een aantal voorbeelden vanuit die kraakbeweging, rituelen waardoor het weer marginaal werd. Hè. Dat is eigenlijk een soort teleurstelling dat engagement het gevaar in zich heeft, ook weer van medeplichtigheid aan nieuwe slechte dingen. Maar ook de teleurstelling dat dan toch uiteindelijk mensen zeggen van ja, ik kies toch maar voor het egoïsme. En dat vond ik juist het mooie in die periode. Dat zo weinig een rol speelde. Het was niet van ieder voor zich en God voor ons allen of de markt voor ons allen.
Dat is een enorm sociaal bewustzijn in. Dus de heer Bolkestein tegenwoordig oproept tot meer burgerzin. Nou ja, daar hebben we dan toch voorbeelden van gezien. Hè? Mensen deden het niet voor zichzelf. Het was een enorme explosie van burgerzin, zou je haast zeggen. Ja, ik wil niet ontkennen dat sommigen dat uit een gevoel van burgerzin deden. Maar ik krijg toch sterk de indruk dat het veel meer te maken had met een generatieconflict. Met een soort romantische revolutie. En althans, mijn mening is dat de romantiek in de politiek een dodelijke ziekte is. Ik geloof dat het meer te maken heeft met ontwikkelingen, laat ik zeggen, autonome ontwikkelingen in de samenleving. Zoals pil, auto, televisie. En dat leidde dus tot een ontzuiling. Waardoor gehele volksstammen in Nederland, vooral zij die tot dien godsdienstig waren opgevoed, katholieken of protestanten, die ontzuiling die heeft geleid tot die volksstammen die totaal ontheemd waren. En die weliswaar de oude ideologie hebben afgeschud, maar in plaats daarvan uit een soort compensatiestreven zochten naar nieuwe ideologische ankers. En die dat hebben gevonden in een soort pidgin-marxisme. Dus ik wil het verschil tussen, althans op dit punt, tussen de heer Schreuders en mij, is dat hij het toch ziet als een voluntaristische onderneming in de samenleving, terwijl ik het meer zie als het resultante van bepaalde autonome factoren. Ik ben het helemaal met u eens dat ten grondslag aan deze explosies van politiek engagement, dat daar autonome maatschappelijke ontwikkelingen lagen. Ja. Dat neemt niet weg dat het ontzettend spannend was en boeiend was en belangrijk was om die explosies mee te maken. Ik kan me voorstellen dat u enorm spijt heeft dat u die periode niet heeft meegemaakt in Nederland. Ik heb andere spannende dingen meegemaakt. Dat neemt niet weg dat het een boeiende tijd was. Maar ik heb toch een probleem om het krakersgedrag uit te leggen als een manifestatie van burgerzin. U doelt natuurlijk op wat we ook gezien hebben. Deze rechtsstaat is de onze, niet dat soort leuzen. Die vind ik verwerpelijk, vond ik overigens ook toen verwerpelijk. Maar de vertegenwoordigers van het gezag, van de gevestigde orde, die hebben natuurlijk toch de neiging om de bestaande rechtsorde te identificeren met de rechtsstaat. En wat die krakers natuurlijk ook deden, was het op het scherp van de snede verkennen van de grenzen van de rechtsorde. Vervolgens zijn natuurlijk dingen als antispeculatiewetgeving en zo, zijn gewoon binnen de normen van de rechtsstaat geregeld. Mijn bezwaar tegen de creatieve grensverlegging van in wettelijke zin, zoals bijvoorbeeld ook de Rotterdamse hoogleraar van Maarseveen propageerde, de creatieve wetsovertreding. Het gevaar van die zaken is dat het een olievlekwerking heeft en dat steeds meer mensen zeggen, achter mag zoveel niet, dus kom. Begrijpt u me goed, ik zit hier helemaal niet om deze periode te verheerlijken. Ja. Maar dit was toch wel een belangrijk nadeel ervan. Want ik geloof ook dat er ontsporingen zijn geweest, allemaal ook gekkigheid geweest en ook sectarisme. Zou het niet kunnen dat die ontsporingen erg hebben gedomineerd? Het zijn er wel erg veel geweest. Ik weet niet of die ontsporingen hebben gedomineerd. Want ik vind dat het toch allemaal nog redelijk beschaafd is verlopen. Gezien de ingrijpendheid van de veranderingen is het toch een betrekkelijk geweldloze Nederlands, maar niet veel reuring, discussie, debat, remonstranten, contra-remonstranten. Gommer en Armijn te hoofd die streden om het recht geloof. Maar erg veel meer ernstige dingen zijn er niet gebeurd. Er is in Nederland ook geen sprake geweest van een terroristische uitwas van dit soort, zoals in Duitsland of Italië. Daar is geen sprake van geweest. Dus allemaal. En de mensen die daar de protagonisten van zijn geweest, die we dus in deze documentaire hebben gezien, zijn natuurlijk stuk voor stuk smetteloze democraten gebleken, die ook wel hun teleurstelling op een bepaald punt, ten aanzien van de selectieve verontwaardiging, dan heeft u het bijvoorbeeld over het buitenlandse beleid. Ja. Die was aan verschillende kanten, die selectieve verontwaardiging. Maar dat heeft dan toch geresulteerd in een soort bekentenis dat er niets belangrijkers is in het politieke leven dan de mensenrechten. En dat vind ik ook een enorme verworvenheid van de jaren 70. Een enorme nadruk, ook in het buitenlands beleid, op de mensenrechten. Maar dateert uit die periode. Maar er waren natuurlijk gewoon hele grote groepen van de bevolking die zeer hooggespannen verwachtingen hadden, die zich zeer hooggestemde idealen voor zichzelf hadden geformuleerd. Ja, daar hebben ze dus allemaal van moeten genezen. Kijk naar wat de Partij van de Arbeid heeft doorgemaakt sindsdien.
aan herbezinningsproces met alle nadelen van dien voor de partij. Dat is toch niet geen geringe... Nee, dat is zeker waar. Ik ben ook iemand die er niet langer in gelooft dat je de geschiedenis eens eventjes naar je hand kunt zetten. Hè? Zo is het niet. Maar ik vind wel begrijpelijk dat op het moment dat je je dus in de politiek stort, na een historische periode in Nederland van toch zeer autoritair gezag, een grote benauwdheid, een koude oorlog en onbewegelijkheid, hè, dat mensen zich wat extreem uiten. En dat heeft ook tot hele aardige resultaten geleid, die uitingen. Inderdaad zitten er aardige aspecten aan die culturele revolutie, zoals die wordt genoemd, van de jaren 60 en 70. Maar ook belangrijke schaduwkanten. Want een van de leidende gedachten die toen zijn ontwikkeld, is dat de mens goed zou zijn. Behalve de slechte rikken, CIA, de multinationals, de VVD, slechte rikken. Voor de rest was iedereen goed. En dat heeft in de sociale wetgeving geleid tot verkeerde wetten. En dat heeft weer geleid tot een totaal overtrokken sociale zekerheidssector, met als gevolg belangrijke begrotingstekorten. En tot een staatsschuld die nu zo'n 200 of 250 miljard gulden hoger is dan die anders geweest zou zijn. Dat komt niet naar voren in de gesprekken, omdat men, althans de mensen die aan het woord zijn gekomen, wellicht niet denken in termen van staatsschuld. Maar ieder van ons heeft vandaag te maken met de rentelasten op de staatsschuld die in de tussenliggende periode is opgebouwd. En dat ligt niet aan de klassieke overheidstaken, aan het wegen of justitie of politie of universiteit of iets dergelijks. Dat ligt aan de zogenaamde overdrachtsuitgaven, die uitgaven die naar gezinnen gaan, sociale zekerheid. En dat is onder andere een gevolg van die stelling dat een mens goed is en niet zal misbruik maken van de wet. Nee, even op aansluiten. Dat soort zaken meer. U zei net, ik heb een hekel aan romantiek in de politiek. Maar is politiek engagement zonder utopisch beeld, een utopie, een toekomstbeeld, dan mogelijk? In zoverre vind ik dat een gevaarlijke ontwikkeling, omdat je toch oog moet hebben voor de werkelijkheid. En een van de kenmerkende aspecten van die bewegingen die we nou op die prachtige beelden hebben gezien, is dat veel opinievormende personen die een leidende rol hebben gespeeld in die hele beweging, dat die zozeer door ideologische oogkleppen werden belemmerd dat ze geen oog hadden voor de werkelijkheid. En als u mij zou vragen waarop die hele beweging is stuk gelopen, dan is hij niet stuk gelopen op het burgerdom, zal ik maar zeggen. Ook niet stuk gelopen, zoals sommigen tegenwoordig beweerden, op de repressieve tolerantie. Dat werd ingekapseld door de regenten, om die naam maar eens te gebruiken. Maar het is stuk gelopen op de werkelijkheid. De werkelijkheid heeft de mensen die dat enthousiasme, die romantiek van de jaren 60 ondergingen, die mensen zijn op de werkelijkheid, die beweging op de werkelijkheid stuk gelopen. Maar hier en daar heeft dat schade aangericht. Maar ik geloof wel dat die mensen die toen ontzettend actief waren in de jaren 70, streefden naar het goede. En dat een waarde op zichzelf kan zijn. Hè? Ja. De problemen die u aangeeft over het gebied van sociale zekerheid, die hebben toch in hoge mate te maken inderdaad met de menselijke hebzucht en het egoïsme en ook het groepsegoïsme dat op het ogenblik de boventoon voert. Terwijl in die jaren juist enorm werd afstand, een zeer normatieve periode eigenlijk, enorme moraal in de politiek. Ja. U spreekt nu over normen en waarden, maar toen, dat was echt heel erg moralistisch en normatief gedacht. Tegen die hebzucht en tegen het groepsegoïsme. Het idee van er is meer tussen hemel en aarde dan aandelen van de Shell. Was het probleem juist van die houding niet, dat op dat moment ook het doel de middelen begon te heiligen? Ja, dat is het grote gevaar natuurlijk van een all-out politiek engagement. Dat het zicht op de verhouding tussen doel en middelen kan zoek raken.
In de kraakbeweging is dat in zeker opzicht op een gegeven moment, denk ik, ook gebeurd. Ze zagen daar ook voorbeelden van. Maar is dat niet juist ook een reden om voorzichtig te zijn met uitspraken in de richting van... Ja, maar de bedoelingen waren zo goed. Ik zeg niet dat je mensen uitsluitend op hun bedoelingen moet nemen. Maar ik zeg ook dat het idee van, de mens is nu eenmaal slecht. En laten wij vooral ons uitsluitend met onze eigen carrière bezighouden. En met onze eigen zaakjes. En uitsluitend op het eigen belang richten. En dan zoekt de markt het verder wel uit. Dat vind ik dus het andere uiterste. Dat vind ik een vorm van reactie tegen de jaren 70, waar ik helemaal niet gelukkig mee ben. Bent u het ermee eens dat de jaren 90 of de jaren 70 veel idealistischer waren dan de jaren 90? Dat is ten dele misschien waar. Pascal en ook anderen hebben gewezen op het feit dat als je een overtrokken idealisme najaagt, met uitsluiting van de normale menselijkheid bijvoorbeeld, dat je dan grote brokken maakt. Want laten we niet onderschatten wat bijvoorbeeld Nieuw Links voor schade heeft aangericht binnen de Partij van de Arbeid. Nieuw Links was een ondemocratische, elitaire en humorloze beweging. En die heeft de Partij van de Arbeid in grote problemen gebracht. Max van der Stoel heeft in bedekte termen de Nuil daar verwijt over gemaakt. En ik denk terecht. Maar heeft ook de Partij van de Arbeid natuurlijk toch het contact met de jongeren doen behouden. En heeft mede bijgedragen aan de grote verkiezingsresultaten van de Partij van de Arbeid in de jaren 70. Want precies in de jaren 70 bereikte de Partij van de Arbeid electoraal zo ongeveer haar hoogtepunt. En hoe lang hebben ze geregeerd? De Partij van de Arbeid heeft nu 37 zetels. Dat hadden ze in het midden van de jaren 60 ook. En inderdaad hadden ze al het strovuur in de jaren 70. Maar de Nuil heeft in zijn begrijpelijke wens om de partij bijeen te houden, heeft toch te weinig ruggengraat getoond om de jonge mensen in zijn partij tegen te houden. Zoals toen werd gezegd, Joop den Uyl is niet bang voor de SS-20 raketten van de Russen, maar wel voor de jongens en meisjes op zijn partijraad. U moet natuurlijk niet vergeten dat het niet uitsluitend ging om een aflossing van de wacht in de Partij van de Arbeid of het opkomen van nieuwe regenten. Omdat daar speelden dus kwesties als de oorlog in Vietnam. Speelde in het begin van de jaren 70 natuurlijk in hoge mate. Ja. De Partij van de Arbeid in de jaren 60 nog. De Amerikaanse politiek in Vietnam, inclusief de bombardementen en dergelijke, steunde. Ja. En in de jaren 70 ook onder invloed van bewegingen onder jongeren en onder studenten daar een andere positie in moest kiezen. Nou weet ik wel dat engagement ten opzichte van de oorlog in Vietnam en de identificatie, want dat was waar u het net over had, hè, van het doel en de middelen. Zo'n enorme identificatie ook met de Vietnamezen, zoals ik dat bijvoorbeeld toen ondervonden heb, dat niet uitsluitend positief heeft uitgewerkt. Dat ook een element van selectieve verontwaardiging had. Neem niet weg dat natuurlijk voor de generatie waar ik toe behoor, het is toch een waterscheiding is geweest in de internationale politiek. En ik denk wel, de mensen die we hebben zien optreden aan beide kanten van dat polarisatiemodel, dat het dus stuk voor stuk mensen zijn op wie je nu nog zou kunnen rekenen. In de zin van verdediging van mensenrechten en bestrijding van discriminatie. En vergis u niet, ik vond het dus heel beschaafd eigenlijk, die periode. En ik ben bang dat al een volgende keer dat de rechtsorde wordt uitgedaagd, dat we als misschien minder verdraagzaam, tolerant en beschaafd zou kunnen verlopen. Wat bedoelt u daarmee? Ja, ik bedoel op de tweedeling in de samenleving op dit moment. Die natuurlijk een veel scherpere tegenstelling. Wat u zegt is, die tijd was eigenlijk gewoon beter dan nu. Nee, niet beter. Maar als ik erop terugkijk, zou ook aan de hand van uw documentaire toch eigenlijk bijzonder creatief en tolerant hebben. Meneer Boekstein, even een suggestieve vraag. U was destijds lid van een Maoïstische beweging en kijkt nu met spijt terug. Is een openbare biecht voldoende? Nou, ik ben van mening dat wie standpunten heeft gehuldigd die elders ter wereld hebben geleid tot dood en ellende op enorme schaal, zoals het Maoïsme, de culturele revolutie, niet hier, maar in China. Dat als ik een dergelijk persoon was, dan zou ik willen hopen dat ik in het openbaar daar rekenschap van had afgelegd. Maar dat is een zaak die iedereen zelf moet uitmaken. Ik ga niet voorschrijven hoe anderen met hun politieke geweten moeten omspringen. Er werd gezegd door iemand destijds in de jaren 70, iedereen wil verandering en wel nu.
Ja. Bent u blij dat dat voorbij is? Ja, dat is natuurlijk onzin. De oude heer Drees die zei niet alles kan en zeker niet alles kan tegelijk. Dat was een volstrekt juiste uitspraak. In Amerika werd toen gezegd, I want it all, I don't want it now. Ja, dat heeft dus tot grote schade geleid. Want er wordt nu gesproken over de wijze waarop mensen met elkaar omgingen. En inderdaad, vandaag is het veel meer ontspannen dan vroeger. Het zijn allemaal goede zaken. Maar ik weet niet of de heer Dout nou zo tevreden was over de wijze waarop hij werd bejegend door de studenten in Amsterdam. Meneer Schreuders, u vindt dat het er wel een beetje iets meer van terug mag komen? Nou ja, ik zou dus, en ik vraag me eens af als ik dat de heer Bolkestein dit hoor zeggen, of hij terug zou willen naar de verhoudingen van de jaren 50. En naar de autoritaire, dichtgetimmerde maatschappij die Nederland toen was. Goed, ik neem aan dat we allemaal vooruit willen naar de volgende eeuw. Meneer Bolkestein, meneer Schreuders, hartelijk dank voor dit gesprek. Geen dank.